Kwaku 2.0 en Kwaku 1.0 zijn echt fundamenteel anders. Ja, ja, ja. Oké, maar dat is een discussie voor volgende podcast. Het was Kwaku Showcase. Het was een showcase. Het was een showcase. Is het nu niet meer. Nee. Hallo iedereen, welkom bij Cultuurdragers. De podcast waar we Amsterdam Zuidoost bekijken door de lens van mode. Zuidoost is namelijk de plek waar nieuwe modetrends worden geboren en de volgende generatie grote namen in fashion vandaan komt. Amsterdam Zuidoost bestaat uit een unieke mix van culturen en er wonen veel jonge mensen. Kleding wordt hier gebruikt als de manier om je identiteit uit te dragen. Het is een weerspiegeling van de persoonlijkheid. Je kan er je individualiteit mee benadrukken en tegelijkertijd is het ook een manier van communiceren binnen gemeenschappen en subculturen. Die vruchtbare bodem heeft veel modeontwerpers, smaakmakers en stijliconen voortgebracht die zowel op lokaal als internationaal niveau impact maken. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met die ontwerpers, creators en fashion fiends over verschillende thema's en staan we stil bij wat er zo uniek is aan Amsterdam Zuidoost en haar bewoners. 'Cause we gotta own that shit. Vandaag gaan we het hebben over identiteit in mode. En daarvoor heb ik 4 hele speciale mensen uitgenodigd. Ik heb een hele volle bank vandaag. En ik wil jullie graag vragen om jezelf voor te stellen en kort te vertellen wat de vibe was vanochtend toen je aankleedde. Dus wie wil beginnen? Ik begin wel, hoor. Oké. Waarom niet? Ik ben Giorgio. Ik ben oprichter van het merk Sosa. Ik ben een modevormgever, daaronder valt ook grafisch vormgeving, design, concept development en fotografie. En vanochtend had ik haast, want ik moest wat dingen doen. Dus ik heb me heel erg comfortabel vandaag gekleed. Dus het is gewoon een trackpants met een fitted sweater. Ja, yeah, but it's nice. It has a lot of personality for hoe simpel het... Ja, ik kleed het meestal een beetje op dan met accessoires zoals... Crocs en een gezellige bril en een muts. En pins. Ja. Carmen, mag ik naar jou? Yes. Ik ben Carmen. Ik doe altijd heel veel dingen, maar ik zeg altijd ik ben content creator in de breedste zin van het woord. En ik noem mezelf ook stijlantropoloog. En ik was DJ. Dat heb ik echt al sinds corona niet gedaan, dus ik durf hem niet meer te ownen, maar dat deed ik ook. En als stijlantropoloog onderzoek ik mode. In relatie tot identiteit. And I guess that's why I'm here. En ik heb me niet, aan wat ik vanochtend aan had. Want ik had het warm en ik was in de stad en ik ging zweten. En ik dacht, ik mag eindelijk weer praten. Dus ik moet even goed nadenken wat ik aan heb. Dus ik heb een Yeezy & Gap hoodie aan. Dat heb ik laatst besteld. En hij is echt heel fijn. En de materials zijn heel chill. Een patabroek. En eindelijk! Ik heb net al iedereen laten zien. Een Yeezy Boost. Die ik vanochtend bij Patta eindelijk heb lopen queuen weer en op heb gehaald. En ik heb goud om, dit is brass uit Ghana. Dus dat is, het moet ooit goud worden, dus nu nog brass. En brass is gewoon messing, dat is echt heel cheap. Maar ik vond het wel een vibe. En ik heb een zwangerschapsgoud en push present voor mezelf om. Oh, okay. Nice. Nice. Cool. Ja. Dan gaan we door naar Reza. Ik ben Reza, ook wel beter bekend als Freaks Duart. Ik ben een tatoeëerder, hair artist en customizer, kort samengevat. Cool. En als je meer info over me wil hebben, zoek mijn page, want it's a lot. Ik ben met heel veel dingen bezig. Ja. En wat is de vibe vandaag die je aantrok? De vibe vandaag is, ik ken niet aan waarmee ik vandaag heb gewerkt vandaag, dus ik had een hele andere outfit, wel hetzelfde. Platform. Ik ben bezig met een chain reaction. Het zijn er 5 characters die een beetje persoonlijkheden aan kunnen geven van hoe creators zijn en hoe je jezelf eigenlijk kan gaan vinden. Ik heb ook een boekje voor gemaakt en een kaartenspel, hoe je dat kan gaan ontdekken. En verder heb ik een oude broek, heb ik een nieuw leven ingeblazen, een beetje upcycling met oude denim. Om een beetje mijn vibe, wat je normaal in de winkel kan vinden, zoals ik ben begonnen, zou ik kan gaan creëren. Moet ik eigenlijk mijn persoonlijkheid even projecteren. Cool, yeah, nice. Thanks. En dan Andy. Ja, ik ben Andy. Ik kom ook uit Zuidoost. Ik ben 39 jaar. Ik ben eigenaar van het bedrijf Sanisa. Dat staat voor Sranang Anisa. Dat betekent Surinaamse hoofddoek. En daarmee probeer ik de Afro-Surinaamse hoofddoek te behouden. Dus de bindwijze, de vouwtechnieken, de boodschappen, de geheime codes die vroeger werden gebruikt om onderling met elkaar te communiceren tijdens de slavernij.
En ik doe dat door middel van lezingen, cursussen geven en workshops. Wat ik vanochtend aan had, heb ik nu niet meer aan. Ik had een joggingpak aan, maar het was verschrikkelijk warm in de stad. Dus ik had zoiets van, oh, ik moet iets anders aan. Dus gewoon wat, waar ik me comfortabel in voel. En dat is meestal een beetje ruime kleding. Want ik heb best wel moeite met mijn maat vinden. Ja. Dus ik, ja, ik zoek meestal wel comfort, iets ruimere kleding. Ja. Nee, ik voel je daar heel erg in. Dus iedereen kwam gewoon eigenlijk dressed to impress in plaats van... Wat je ochtends aan hadden. Nee. Het is wel altijd comfy. So, wat je aan they're cheating the system. Look, I don't make the rules here. oh, wacht. Ik zal mezelf ook nog even voorstellen voor de kijkers thuis. Nou ja, jullie hebben me allemaal al ontmoet. Alleen, ik was vorige keer vergeten mezelf voor te stellen. Ik ben Jet Nuchter. Ik ben ook modeontwerper, waarbij ik eigenlijk voornamelijk werk met het principe van upcycling. Want ik geloof dat er al genoeg textielafval is. Dus waarom gaan we niet proberen om daar iets nieuws mee te maken? Geef daarnaast ook workshops. En ik ben creatief producent, freelance. Dus ik organiseer ook en programmeer ook evenementen. Dus dat is daarnaast nog allemaal veel meer dingen. Maar dat kan ik allemaal niet nu gaan opnoemen. Dan is onze tijd vol. Ik wou vandaag beginnen met een hele stellige stelling. En ik hoopte eigenlijk op heel veel reactie vanuit jullie. Dus ik ga hem gewoon voorlezen. En dan wil ik eigenlijk kijken wie als eerste hier meteen iets op te zeggen heeft. Even kijken. De stelling luidt. Zuidoostenaren hebben geen heel duidelijke en sterke fashion identiteit. Wat is jullie mening daarover? Over welke periode gebaseerd? Nu. Het straatbeeld nu in Zuidoost. Mm-hmm. En ik dacht, ik doe hem heel stellig. Zuidoostenaren hebben geen heel duidelijke, sterke fashion identiteit. Ik denk dat er een stukje geschiedenis vooraf van gaat. Mm-hmm. Omdat Zuidoost is altijd een stadsdeel geweest wat voornamelijk natuurlijk bestond vanuit de migrantenachtergrond. En dat was altijd een soort van mixing pot van verschillende culturen. En in het begin brachten de mensen natuurlijk hun eigen cultuur mee vanuit hun eigen land. En door de jaren heen dan mix je natuurlijk met de dominante groep. En dat assimileert dan een beetje. Dus dat zie je dus nu ook door de gentrification hier in Zuidoost. Dat doordat zeg maar die integratie ook het soort van het culturele eigen van de mensen hier in het stadsdeel ook een beetje verwatert. Ja. Je kan ook heel goed zien dat bijvoorbeeld in de jaren 90 was stijl in Zuidoost heel dominant. En het werd dus vervolgens het hele land ingepusht. Mm-hmm. Yep. En we waren dus altijd een soort van voorloper op dat hele identiteit. En trendsetter ook. Ja, we waren gewoon trendsetters. Hier komen de trendsetters vandaan. Ja. Period. En nu zie je dat meer in de muziek in tegenstelling tot de kleding. Ja, precies. Ja. Maar ik denk bijvoorbeeld nog wel op een zondag of zo, weet je, als je kerk... Voor mij is Zuidoost de plek waar iedereen mag zijn wie die is. En dan met name dus dat de ruimte is om inderdaad je culturele dracht op straat te dragen en gewoon space te claimen. En dat vind ik geweldig, vind ik heel fijn. Maar als je in de weekenden kijkt bijvoorbeeld, zie ik het veel meer dan bijvoorbeeld door de week. Mm-hmm. Omdat je natuurlijk ook evenementen, feestjes, dus dat op speciale momenten zie ik het heel sterk. Eens dat het vroeger meer was, voor mijn gevoel, tenminste als ik dat hoor uit je verhaal, meer dan nu. Ja. En ik denk ook dat social media, dat alles is nu zo geglobaliseerd, dat gaat zo snel dat iedereen overal alles van oppikt, dat het voor mij, Zuidoost heeft het nog wel het meeste van mij van heel Amsterdam, als we op Amsterdam breed praten, een fashion identiteit. Maar ook in Amsterdam vind ik het al minder verschil hebben dan Londen en Parijs dan een 10, 20 jaar geleden. Ja. Na 20, ik ben zo oud, ben ik niet, maar dan 10, 15 jaar geleden of zo, dat ik zeg maar erop lette en daarheen ging om. Omdat het volgens mij, naar mijn idee, door social media heel erg, zeg maar, goods en information, ja, die vloeien. Ja, er is natuurlijk een bepaalde look die vanuit de entertainmentindustrie wordt gepusht en een bepaald soort van ideaalbeeld wat je dan krijgt, een soort van Kim Kardashian, dan weet je van, mijn make-up moet er zo uitzien. Ja. Nou, die pruiken zijn daar beschikbaar, dus dan hebben we allemaal dezelfde pruiken op en dezelfde jasjes. Dus het is heel makkelijk om nu een bepaalde look aan te meten. Ja. In tegenstelling tot het individualisme wat er voorheen was. Ja. Ja. En het is moeilijker de toegang tot bepaalde items ook, denk ik. Natuurlijk, jazeker. Ja.
Welke items bedoel je dan? Oh, nou, stel dat je een Kim Kardashian haar wil hebben. Of nou, make-up. Kylie, haar zusje, heeft make-up. Of Fenty kon je eerder alleen in Londen kopen. En nu kan je, zeg maar, het is makkelijker om dingen te bestellen, ja, om dingen te krijgen. De toegankelijkheid, dat je. Ja. En wat wil jij toevoegen? Nou, wat mij opviel in ieder geval, in de tijd dat ik hier in de 90, jaren 90 hier rondliep, mm-hmm. is hier dat je ook allerlei boutiques met dope shit. Mm-hmm. Je ging naar de stad toe. De stad ging je verkopen. Hier, de vibe was gewoon hier zo. Hier kwam je inspiratie zoeken. Nou, ik was zelf onderdeel van, want die was voor mij, wat dit hier was voor mij, was mijn catwalk. Ja, ja, sorry. Ik deed mijn shit. En daarin heb ik mezelf wel heel erg goed kunnen vinden, wat ik in andere plekken van Nederland, ben ook heel veel verhuis, niet heb kunnen vinden. Ja. Omdat hier natuurlijk ook een samensmelting is van verschillende culturen bij elkaar. Ja. Dus je inzichten, je krijgt zoveel mee, wat je nergens anders gaat vinden. Ja. Dus dat zou het ook, dus ook zo sterk maken. Ja, je had bijvoorbeeld Define natuurlijk in de jaren 90. Dat is mijn home base. die importeerde dan kleding vanuit Amerika en dat werd dan hier verkocht. Je had Pico, dat was natuurlijk ook een tastemaker in de space. En die brachten natuurlijk al die artiesten van het buitenland hier naartoe. En dan was het ook gewoon een soort van chaotic. Mm-hmm. Dus je had ook, dan had je ook natuurlijk ook nog in de Chopperal, had je ook nog verschillende, Daar had je ook nog, weet je? Moet het aan de Jimmy, daar zo met de hele... Precies. Ja. En het waren dan dingen die je echt nergens anders kon vinden. Ja. En dat heb je natuurlijk nu niet meer. Ja. Dus, je hebt het nog wel, ik ben veel bezig met mode in Accra en Lagos. Mm-hmm. Dit is nog wel ook de plek waar je wel, weet je, quote unquote African print. En ook outfits daarin, of geïmporteerde kralen, sieraden, slippers, die vind je nog wel hier. Dus die zie ik ook nog wel meer op straat. Ja, maar dat is ook omdat je dan natuurlijk nog Afrikaanse ondernemers hebt. Ja. Maar ik hoop dat het blijft, maar met de huurprijzen hier natuurlijk, in het stadsdeel, is het best moeilijk. Ja, ze hebben allerlei plannen natuurlijk ook voor de Amsterdam Support, wat eigenlijk, het moet een nieuwe stadskern worden. Ja. Maar het is altijd de vraag of wij terugkomen in die nieuwe stadskern. Als lokale ondernemers. Mm. Dus Nee. Een van de contentpilaren die ik doe, onder andere werk voor Amsterdam Support. Ja. I'm fighting! Zeg maar. Dus ze willen wel en ik moet me onder andere daarvoor in gaan zetten. Ja. Dus bear with me. En weet maar te vinden als je iets moet. Waar is mijn camera? I will give you a call. Ja, echt. Karma, you bitch! Nee, so good to know. Mental note wordt gemaakt. Ja, ja, ja. Als jullie het oké vinden, dan wil ik eigenlijk graag beginnen met de eerste vraag. Want tijdens het bespreken van deze stelling, ik had hem expres heel stellig gemaakt. Kwam al, zeg maar, het woordje identiteit voor en hoorde ik al mensen eigenlijk inderdaad spreken over van, weet je, welke soort van dingen daaronder kunnen vallen. Dus ik wil eigenlijk een hele basale vraag stellen en dat is, wat versta je onder identiteit, ik weet niet of ik hem slash fashion identiteit wil doen of dat het, zeg maar, echt een apart ding is, maar dat is misschien ook een persoonlijk ding. En ik zou graag bij jou willen beginnen, Andy. Wat versta jij onder identiteit slash en of fashion identiteit? Nou, wat ik versta onder identiteit is hoe ik mijzelf, waar ik me prettig bij voel, hoe ik mezelf kan laten zien. En met die fashion identiteit denk ik meer aan de grotere groepen, of tenminste de subculturen. En heb daar eigenlijk, ik sta er niet zo veel bij stil. ik doe waar ik me lekker bij voel, waar ik me fijn bij voel. Dus als ik mijn kast openmaak en ik haal wat eruit, denk ik, oké, dit ga ik vandaag dragen. En als ik dan bijvoorbeeld hier in de poort loop en dan kijk ik naar andere mensen, denk ik, oké, dit is dus nu in, oké, dit zie ik vaker, dit zou ik ook wel willen hebben. Maar om weer terug te komen op het woord identiteit, voornamelijk hoe ik mezelf duidelijk kan maken. Ja, duidelijk. Reza, hoe is dat? Hoe interpreteer jij identiteit? Ik interpreteer identiteit als in wie ben ik en hoe wil ik dat gaan vertegenwoordigen. Ja. En naarmate ik mezelf beter leerde kennen als persoon, begon ik ook mijn stijl te ontwikkelen. Ja. En daar heb ik natuurlijk wel wat tools voor gebruikt. Mijn haar bij mijn kleding matches en waardoor het gewoon een hele vibe werd eigenlijk. Zoals degene dat ze er nu bij doet, dat deed ik 50 jaar geleden al. Mm-hmm. Maar het was voor mij was ook meer een expressie van, ik sprak niet. Mijn kunst sprak voor mij, mijn way of art, dat sprak voor mij. En ja, het is eigenlijk character building eigenlijk. Ja. Zoals ik het zie, beide bij elkaar. Oké, ja. Ja, het is wel grappig, want dat komt nu ook terug in je werk.
Maar, ik leef mijn werk. Ja. Dat is wel heel tof om te zien. Thanks. Ik ga heel even naar Giorgio. Ja. Ik ben gebiologeerd, dus is het een stukje tape wat hier hangt? Oh. Dit knippen we eruit. Hier. Voor jou ook de vraag. Hoe interpreteer jij mijn werk? Identiteit? Of identiteit. Ja. ik denk dat het tweedelig eigenlijk is voor mij. Aan de ene kant is mijn identiteit verbonden aan mijn culturele achtergrond. Ja. En aan de andere kant is het verbonden aan hoe ik mezelf natuurlijk wil uitdrukken in wie ik ben en hoe ik wil zijn. En wie ik aspireer wil zijn als mens zijn, maar ook als hoe ik eruit wil zien. Dus het is eigenlijk, het mixt zich allemaal een beetje met elkaar bij mij. Ja. Dus voor mij, ja, het is eigenlijk heel erg breed. Mm-hmm. Dus ja. Dat is eigenlijk hoe ik erover denk. Ja, precies. Nee, dat is... Een soort van constante groei eigenlijk. Ja. Het is ook... Het is ook heel persoonlijk. Dus het is vrij moeilijk om zoiets te definiëren, identiteit. Omdat je natuurlijk... Je bent er nooit eigenlijk bewust mee bezig. Mm-hmm. Hoe je jezelf identificeert. Ja. Precies, en het is ook niet statisch. Het verandert ook weer vaak, weet je wel. Na een aantal jaar, ik bedoel, denk aan je fashion sense. 10 jaar geleden. Om heel eerlijk te zijn, vandaag was wel mijn vibe, was een beetje elder emo. Maar ik heb mijn anker neergelegd in 2008 en ik kom er steeds vaker op terug. Dus, maar, you know, het is different nu, want het is meer gelaagd geworden. Ja. Het is ook een happy place, hè? Ja. Ja. Nee, ik wilde laatst, Carmen natuurlijk als laatste bewaren. Omdat, jij hebt ervoor gestudeerd, in een sens. Jij hebt onderzoek gedaan naar identiteit. En volgens mij ook specifiek in mode. Ja, in stijl. Dus in hoe... Dit is wel ook 2011, hè? En ik heb nog een pregnant mom brain die de helft vergeet. Maar... het ging over hoe artiesten met West-Afrikaanse roots in Engeland zich uitdrukten in hun stijl, zeg maar, wat betreft hun identiteit. Want worden ze gelabeld als, dit is een Ghanese artiest, of dit is een Londense artiest, of is dit een artiest? Ja. Dat je het labels die mensen op hun plakken en de labels die je op jezelf plakt. Dus voor mij is identiteit, je hebt natuurlijk allerlei theorieën over identiteit, maar die bij mij altijd is bijgebleven. Dus je hebt, en dat vind ik ook heel interessant en heel kut in Nederland, best heel sterk nog. Je hebt ascribed identity en self-scribed identity. Mm-hmm. Dus als mensen mij zien, zien ze een witte blonde chick van 1,87 meter. En daar hangen ze allemaal labels aan. En hoe ik mezelf zie, kan heel anders zijn. Dus je hebt natuurlijk je eigen identiteit, wat jullie volgens mij allemaal noemen, hoe je jezelf naar de wereld presenteert. Mm-hmm. Maar je hebt ook hoe de wereld jou ziet. Ja. En dat gaat in Nederland heel vaak mis. Want hoe de wereld jou ziet, komt met... ik kan fietsen door de poort en waarschijnlijk niet staan worden gehouden door de politie. Want de politie denkt misschien... blonde meisje is misschien bang op straat 's avonds. Mm-hmm. Terwijl als een van jullie dat zou doen, zou het anders zijn. Dus je hebt zeg maar... hoe de wereld naar je kijkt, brengt bepaalde dingen met je mee. Maar jezelf ziet dat natuurlijk heel anders. Ja. En voor mij is dus identiteit ook... identiteit staat niet op zich, het staat altijd in relatie tot. Dus je bent... nu ben ik moeder, je bent moeder, zusje, dochter, kleinkind, vriendin, opdrachtgever, opdrachtnemer. Dus identiteit is altijd in relatie tot iets of iemand. Ja. En als je het dan hebt over stijlidentiteit, hoe verhoudt dat zich dan zeg maar tot die ascribed en de andere... Self-scribed. Ja, self-scribed. Is eigenlijk identiteit iemand je toelabelt of die je jezelf toelabelt? Identiteit voor mij is... je stijl voor mij, dus fashion of stijl, is voor mij de visuele expressie van je identiteit. Mm-hmm. Dus je draagt, zeg maar dat ik 1,87 ben, witte huid heb, kan ik niks aan doen. Maar dat ik mijn haren blondeer, dat ik zwarte kleding draag, dat ik bijna altijd op sneaker kom. Dat zijn allemaal keuzes die je zelf maakt. Omdat dat overtuigingen, zeg maar dat laat zien waar je voor staat of waar je in gelooft. Ja. Maar nu vind ik dat eigenlijk ook wel met alles wat ik consumeer. Als je kijkt van wat mensen, het water dat je koopt, de producten die je gebruikt, de sleeve, die om je laptop case. Weet je, het zijn eigenlijk allemaal manieren om te communiceren, om te laten zien waar je in gelooft of waar je voor staat. Ja. Gaat eigenlijk ook misschien weer terug naar het kapitalisme waar we in leven. Want wat we aan hebben, die mensen maken we rijker. Of dat laat de waarde zien. Het feit dat jij, upcycling, zeg maar, dat laat heel erg zien waar je voor staat. Dat kan ik al zien aan je shirt. Dat ik denk van, dit is niet van de Hennis en Maurits. Of van de Zara of iets. Dus je laat heel erg zien waar je in gelooft en waar je voor staat. En dus, volgens mij proberen we allemaal add-ons te doen, wat jullie ook al eerder zeiden, van je identiteit op hoe je, zeg maar,
wat naked geboren wordt. Ja. Dat je daar allemaal enhancements aan doet. Dat je daardoor je eigen identiteit framed. Ja. En dus ook volgens mij ook daarbij oplet van oké, hoe kijkt de maatschappij naar this body? Mm-hmm. En welke wat doe ik daarop en aan om mij in dat hokje te laten passen wat bij me past. Voor zover dat mogelijk is. Ja. Oh, ik was juist de outcast daarin. Ja, maar dat doe je denk ik ook heel bewust. Mm-hmm. Want je voelt, zeg maar, ken je een klein beetje niet zo goed. Maar denk, hoe jij je kleedt. En ik kan me voorstellen, toen je dit 20 jaar geleden al deed. Ja, dat is Reza, man. Die is gewoon, die laat zich niet passen in dat hokje. Die maakt gewoon zijn eigen vrije baan. Ik werd eigenlijk alleen maar rebels erin. Ja. En naarmate ik meer, zeg maar, de sacrifice alleen werd. Ja. Werd ik uiteindelijk, denk dat ik die pijn daarin omgezet in mijn craft. Van, weet je wat? Je doet me op, ik fuck je helemaal op. Ja. En wanneer ontdekte je dan, zeg maar, dat kleding een manier was om je uit te gaan drukken? Like, hoe kwam je op een gegeven moment achter van, hey? Wanneer begon mijn moeder gek te maken? Ik denk, zo rond toen je uit de womb kwam. Sorry, die was te makkelijk. Nee, die was easy. ik denk zo rond mijn 13e, 14e. Want toen kwam ik ook in contact met het basketbal bijvoorbeeld. En daar leer ik Dennis Rodman kennen. En that guy kind of blew my mind away. En op een gegeven moment begon ik dus ook met knippen kapperschap. En daarin kwam ik uiteindelijk met blondering in contact en kleur. Toen was de rest history. Ja, en toen was de poort mijn fashion show. Dus het begon inderdaad met je haar. Het begon met mijn haar. Met mijn haar ben ik op een gegeven moment, ik begon printjes te maken van kleding in mijn haar. Sick. En op een gegeven moment was ik daarin een beetje uitgekeken. En op een gegeven moment ging ik over naar de animal skins, want dat is gewoon infinite. Nature was voor mijn grootste inspiratiebron. En op een gegeven moment maakte ik een paar dingetjes. Waarvan mijn oom zegt, ja, je bent wel een hele leuke Herman Brood. Maar niet boeiend. Nee, maakt niet uit. Het is van, je krijgt een tikkerskin door dat soort dingetjes. Want op een gegeven moment ga je dan andere processen van, oké, hoe kan ik daar gaan verbeteren? Mm-hmm. Dus iemand van, oké, ik ben nu aangevallen. Nee, wat leer ik hieruit en hoe kan ik ermee omgaan? En op een gegeven moment heeft hij me verder opgeleid naar het niveau waar ik toen ben gekomen. Ja. En zij hebben ook van, weet je wat, als je dingen goed wil gaan doen, maak er conceptueel dingetjes van, want dan wordt het begrijpbaar. En toen begon ik met de dierenhuiden te bestuderen, niet van een boekje, Natural Geographics. Kijk dat echte dieren, hoe de movements zijn. En toen begon ik die, zeg maar, realisatie daarin, perspectief, neer te zetten op kapsels op mijn eigen hoofd, want ik was mijn eigen model. Ja, het ging het. En toen kwam uiteindelijk de rest van de stilo, het begon hier. Toen kwam ik erachter dat de winkels mijn dingen niet verkochten. Mm, en toen moest ik op een gegeven moment mijn dingen gaan aanpassen. Toen begon ik nog niet naaien. Toen begon ik op een gegeven moment gewoon stukjes stof op elkaar te plakken. Ja, als je uitgaat, weet je hoe dat gaat. Shit valt eraf. Maar hey, je entrance was de shit. Yeah. That's it. En op een gegeven moment begon ik ook t-shirts en te customize met strassteentjes. En hoodies te customize met strassteentjes. Yeah. En dat was net voor Ed Hardy. En toen kwam Ed Hardy en dacht ik van, shit is lame, kan ik beter. Mm-hmm. En toen ging ik een bepaalde kant op. Okay. Met onderzoeken. En je oom was dus best wel constructief, in die zin van hij had kritiek, maar het was gewoon om jou verder te helpen. En hoe merkte je dat de rest van je omgeving reageerde van toen je eenmaal ging experimenteren? Met ik kreeg alleen maar nee, doe het niet, nee, ga studeren, je hebt een goed brein, je kan makkelijk universiteit doen of whatever. En aan de andere kant dacht ik van, hoe meer je tegen mij zegt, doe het niet, dat wordt leuk. Yeah. En niet alleen dat, ik kon mij mijn craft hoefde ik teken al sinds ik 4-5 ben. Mm-hmm. En ik kon mij tekenen, kon ik niet loslaten. En toen vond ik, ja, maar je hebt ervoor betaald, I know, I still apologize. Maar ik ging met passers geven met op tafels tekenen, op bureaus in scholen, dus hebben ze altijd je gaan betalen. Ja, snap je? Nee, maar mijn CITO-toets is ongeldig geloof ik, mijn naam in Grift heeft geschreven. Wat? Ik ging echt ver, omdat ik mijn frustraties. Ik weet dat ik dingen goed kon, maar om je te even die baan, deed ik juist datgene wat belangrijk is, op mijn manier. Yeah. En op het gegeven moment, elke keer was het weer een beetje rollercoaster, maar het heeft me wel heel veel reflectiemateriaal gegeven in hoe ik ben en hoe complicated ik kan zijn. Yeah. Dus dat was een leuke jeugd. Ja. En dat heb ik ook weer in fashion naar voren gebracht, want daarin kon ik gewoon verschillende aspecten van mezelf vertegenwoordigen. Op een manier wat mensen wel doof vinden, want elke keer kon ik mensen shockeren. Geen idee, ik vind dat leuk. Niet interessant. Hoe choqueer ik je, want dan blijf ik hangen. Oh, ja.
En veel artiesten dragen je items ook, toch? Dat vind ik ook, zeg maar, dat ik denk, oh ja, moet je in Nederland dan of heel confident zijn of artiest zijn, wil je iets... Nee, je moet jezelf zijn. Want, ja, dat, als, want als ik je stel, stel ik je persoonlijkheid. En mensen komen vaak met een draaiboekje of met ja, je moet dit. Als ik met een artiest en stylingsniveau bezig ben, praat ik met die persoon. Ja. Wat vind je interessant? Waar voel je comfortabel bij? Wat wil je uitstralen? Want ik kan alleen dat niveau kan ik opleggen. Mm-hmm. Anders zie je op beeld zie iets wat niet klopt. Ja. En ik ben dan meteen, nou, maar shit gaat niet werken. Ook al vind je iets dope wat ik heb gemaakt, als het je niet past, gaat het niet werken. Ook met klanten. Wil je iets kopen? Past niet bij je persoonlijkheid. Hoort het niet bij jou. Ja, ja, nee, dat voel ik inderdaad. Ik bedoel, dat, zeg maar, toen ik zei van de lijst is te lang. ik customize ook iets nu op een andere manier dan voorheen. Maar ja, het is inderdaad een soort van, ja, als je de vibe hebt, moet het wel bij je passen. En als het niet bij je past, ja. Klopt. Maar andersom vind ik ook hoor, als maker. Mm-hmm. Als iemand echt iets aan je vraagt wat gewoon totaal niet past bij waar je eigenlijk voor staat. Ja. Is het heel moeilijk om... Nou, ik zeg eerlijk, ik heb daarin heb ik een bepaald formule ingevonden. En hoe ik dingen op maat kan maken voor mijn klanten, waar ze tevreden mee zijn, waarom ik eigenlijk hun verhaal vertegenwoordig op hun kledingstuk. Ja. Toen het eerst alleen te zijn met customize, met verf of met borduren, maar ook gewoon weer met fitting bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dat zijn dingen waar mensen vaak niet goed op inspelen, terwijl je daar juist heel veel mee kan winnen. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Dat is, daar moeten we even over praten, over die formule, want is goed. Dat mij ook wel Tuurlijk. Ja, Andy, ik zou jou graag eigenlijk ook, de vraag is overigens voor iedereen, dus ik denk alvast over. Nou, nee, maar omdat de manier waarop jou, de kleding die jij nu maakt, de Angisa, dat is natuurlijk letterlijk een communicatiemiddel. Klopt. Dus wanneer kreeg jij eigenlijk door dat dat voor jou een middel was om jezelf ook uit te drukken? Ik draag zelf geen Anissa's, ja. Maar ik had wel altijd, ik heb wel de gewoonte om vaak iets op mijn hoofd te doen. En ik had dat, in mijn puberjaren had ik altijd al een zakdoekje op mijn hoofd, of een baret, of een petje. Ik had altijd al wat op mijn hoofd. En ik ben door mijn oma opgevoed en zij had ook altijd een hoofddoek op. En op een gegeven moment, ik ben zelf in Eindhoven geboren, dus ik heb een hele andere perceptie over de Afro-Surinaamse cultuur. En dat wekte ook mijn interesse. Dus op een gegeven moment kwam ik erachter dat er werd gecommuniceerd via die hoofddoeken, want je krijgt het niet op school aangeleerd hier, van dit zijn de codes of dit gebeurde er tijdens de slavenperiode. Dus ik kwam er toen achter dat dat geheime codes waren, dus ging met oma in gesprek van goh, wat betekent dat? En van haar heb ik meer de praktijkkennis gehad, omdat de hoofddoeken in verschillende groepen worden gebruikt, dus bijvoorbeeld in de uitvaart, in ook de Winti-religie, in de kerkgemeenschappen. En ik heb het van haar meer vanuit de Winti-religie geleerd. En ik ben dus verder gaan onderzoeken van, goh, waarom en waar werden die andere codes gebruikt? Dus ik ben rond mijn 25ste andere mensen gaan interviewen hier in de Bijlmer. Dus ouderen die daar actief mee bezig waren. En toen ben ik er dus achter gekomen dat... tijdens de slavenperiode was het verplicht het hoofd te bedekken. Maar na afschaffing van de slavernij werd het spelenderwijs, kwamen er geheime codes tot stand. Want het verhaal doet ook vaak de ronde dat tot slaafgemaakte niet mochten praten op de plantages. Maar waar ik achter ben gekomen is dat het enkele plantages waren waar ze niet met elkaar mochten communiceren. Dus toen waren onze mensen zo creatief, gingen ze met een katoenen lap stof gingen ze dus codes ontwikkelen. En het waren gewoon kleine, simpele boodschappen, niet hele lange zinnen, maar echt simpele, kleine boodschappen. En een van de bekendste is Mimi at the Corner. Die bestaat vandaag de dag nog steeds, mensen dragen die nog steeds. Maar ik vind eigenlijk jammer, want wat ik eigenlijk belangrijk vind, is dat dat vaker gedragen mag worden. Mm-hmm. Want je ziet het niet meer terug in het straatbeeld, het verdwijnt eigenlijk helemaal. En daar maak ik me wel sterk voor, want ik voelde me wel geroepen op een gegeven moment van, hey, ik moet hier iets mee, want anders verdwijnt dat. Want ik ben dankzij mijn oma ook met heel veel ouderen in contact gekomen die actief bezig waren met het uitdragen van die boodschap via hun hoofddoek, via hun kleding. De kotto hoort daarbij, dus die hele klederdracht. Mm-hmm. En ja, door de jaren heen kwamen er steeds meer codes bij. Follow me, let them talk. En tot op de dag van heden zijn mensen nog steeds bezig met het ontwikkelen van geheime codes. Maar meer als
ja, gewoon als plezier. Ja. Maar vroeger was het dus echt gewoon van, hey, we gaan een geheime afspraak maken. En dat ga ik jou laten zien via mijn hoofddoek. Ja, dat is wel heel tof. Ja. Nee. Als ik het zelf kon dragen, had ik het gedaan. Nee, ik bedoel misschien moet ik er maar mee beginnen. Ja. Nee, ik dacht omdat het je craft is. Ik weet dat je het niet draagt, maar ik dacht omdat je craft was, weet je wel. En omdat je dat inderdaad echt, echt bent gaan onderzoeken. En eigenlijk ook, ik heb het idee ook dat je mee ook bezig met het overdragen naar andere mensen. Klopt. Ja, ik vind het belangrijk, want zoals ik net aangaf, het wordt hier niet op school gegeven. Ja. En ik ben in november vorig jaar uitgenodigd door een basisschool hier in Zuidoost om daarover les te geven. En ik vond het best wel spannend. Ik dacht, oh, gaan die kinderen wel opletten? Vinden ze het interessant? En toen ik begon, zaten ze echt allemaal zo aandachtig te kijken. Maar ik heb het ook aangepast en op weet je, kinderniveau van, weten jullie waar tot slaafgemaakte vandaan kwamen? En ze hebben hun eigen gewoontes meegenomen naar Suriname, want de meeste slaaf, of tenminste bijna al dat slaafgemaakte kwam uit Afrika. Mm-hmm. En daar hebben ze dus dit ontwikkeld en heb ik ze laten zien wat de fouttechnieken zijn. En het werd heel goed opgepakt door die kinderen. Heel goed. Ja. Ik heb, ze hadden toen pauze buiten en toen liepen ze allemaal buiten met de hoofddoek. Oh, meester, kijk, heb mijn hoofddoek op. Weet je, jongens en meisjes. Dus toen dacht ik, zie je, er is dus wel behoefte aan. Ja. En de cursussen die ik geef, die worden voornamelijk bezocht door mensen van Afro-Surinaamse afkomst. Maar ik heb zoiets van, dit is toegankelijk voor iedereen. Ja. Wit, zwart, bruin, geel. Iedereen mag komen luisteren wat het verhaal is van de Anissa. En ik probeer het zoveel mogelijk te promoten. Nee, mooi om te horen. En mooi om te horen dat de jeugd van tegenwoordig ook er heel enthousiast van wordt om het te behandelen. Mm-hmm. Ik denk dat het heel mooi is dat het inderdaad, zeker op lokale scholen, dat daar aandacht aan wordt besteed. Want het is inderdaad iets wat we moeten koesteren. Yes. Nice. Ja, vet. Giorgio, ik zou jou eigenlijk ook graag willen vragen. Wanneer kwam jij eigenlijk voor het eerst erachter dat kleding een manier is om jezelf uit te drukken? Ik ben eigenlijk opgegroeid in de mode-industrie. Ik was, ik was 3 toen ik begon als model. Oh, ja. En ik heb toen de eerste 12 jaar van mijn leven heb ik eigenlijk de hele mode-industrie in Nederland heb ik gezien. En alle shoots heb ik toegedaan. En toen was ik opeens een artiest voor een hele korte tijd. En daarna had ik zoiets van, oké, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in kunst. Mm. En toen ben ik dus illustratie gaan studeren. En in die hele periode heb ik altijd de vrijheid gehad om mezelf te mogen uitdrukken hoe ik dat wilde doen. Dus het is altijd vrij organisch met me geweest hoe mijn stijlidentiteit zich ontwikkelde. Ik wilde altijd mezelf uitdrukken op een manier van, oh, iedereen heeft hetzelfde aan, maar ik voel me niet hetzelfde, dus ik ga me ook niet hetzelfde kleden. Nee. Dus dan bevind je jezelf dan in totaal andere winkels dan andere mensen. Mm-hmm. En de keuzes die je maakt zijn vrij, ik wil niet zeggen dat het persoonlijk is, maar het is wel anders. Het functioneert anders in je hoofd van, oh, wat vind ik mooi en hoe vorm ik dat? Mm-hmm. In tegenstelling dat van, oh, iedereen op mijn school heeft hetzelfde aan. Laten we gewoon gezellig hetzelfde aantrekken. Mm-hmm. Dus de keuzes zijn wat meer geïnformeerd. Zo is het eigenlijk altijd geweest. Ja. Dus ik kan eigenlijk niet zeggen van, ik heb een bepaald moment gehad van, oh, dat is zo is mijn stijl ontwikkeld. Het is altijd heel erg organisch geweest. Misschien dan ook meer een soort van, wanneer kwam de omslag, want je zegt ik heb illustratie gestudeerd. Mm-hmm. Wanneer kwam de omslag dat je dacht van, oké, ik wil me ook in mijn werk gaan uitdrukken? In de mode? Ja. Nou. Heb je even? Nee. Zo klinkt hij. Oké. Nou, ik zat dus op de HKU in Utrecht en ik wilde heel graag animator worden of illustrator. En ik kwam er heel snel achter dat systematisch racisme heel erg een ding was in de periode dat ik toen studeerde. En toen ben ik eigenlijk, ik wil niet zeggen dat ik ben weggepest, maar ik ben weggepest. Mm. En mijn mentor op de academie, die gaf toen aan van, je hebt echt heel veel talent in illustratie, maar in je vorm van illustratie zit heel veel mode. Oh, okay. Dus ik zal je adviseren om te kijken of je mode niet leuk vindt. Nou, toen zat ik op de modeacademie en ik vond het ellendig.
En toen dacht ik van... En op welke zat je? Ik heb op de kunst, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag heb ik gezeten. Oh, oké. Okay. heel agressief. Ja, ik volg ook zo'n page over inderdaad de misstanden bij die academie. Ja, het was heel erg intens. En toen ben ik aan het einde van het eerste jaar, hebben ze me ceremonieel... de deur gewezen. Oh. Oh. Omdat ze vonden van, nou, je hebt het niet in je vingers. En ik dacht van, weet je wat, whatever. Dus toen was ik eigenlijk aan het einde van het eerste jaar, had ik zoiets van, oh, ik ga gewoon een collectie ga ik maken. En toen was ik daarmee begonnen. Maar in mijn achterhoofd had ik ook zoiets van, oh, ik wil mijn moeder wel trots maken dat ik ook, weet je, een HBO-academie had afgemaakt. Omdat... In de Afro-Surinaamse gemeenschap is het natuurlijk heel belangrijk dat je educatie afmaakt. Ja. Maar mijn moeder had altijd gezegd van, ga gewoon voor dingen waar je gewoon echt achteraan wilt gaan. Mm-hmm. Dus ik was toen begonnen aan mijn eerste collectie. Nou ja, en sindsdien ben ik gewoon voor mezelf aan de slag. En we zijn nu al 15 jaar verder. Oh, dat is snel gegaan. Ja. Maar in de tussentijd heb ik wel commercieel ook voor commerciële bedrijven heb ik als print designer heb ik gewerkt. En ja, het bewijst gewoon van als je zelf kan reflecteren naar wat je kwaliteiten zijn, mm-hmm. dat je wherever kan belanden, zolang je maar ervoor gaat. Dus, ja, dat is altijd mijn instelling geweest. Yeah. Just do what you like. 100% man. Ja, nee, nice. En ook al goed om te horen dat je moeder daarin ook steunde. Ja, mijn moeder is... she's my biggest fan. Maar ook echt super kritisch. Oh. Ja. Yeah. Oh, zorg dat soms ook voor botsing? Nee, omdat wanneer je in zo'n familie dynamiek opgroeit, dan ben je heel bewust van, oh... Het werk wat ik lever moet een bepaalde standaard hebben. Dus je streeft ook naar een bepaalde kwaliteit. Ze zegt van, toen het begon al heel klein. Dan kreeg je een A4'tje op tafel gelegd. En dan was ze van, ga maar tekenen. Nou, na 5 minuten komen de meeste kinderen terug. Ja. En dan is het gewoon even een soort van een scribble. En dan, en dan werden wij gewoon teruggestuurd van, sorry, maar... Je pagina is niet vol. Oh. Dus ga maar lekker doortekenen. Terwijl de gemiddelde ouder zou zeggen, nou, we klappen fantastisch! Goed. Fantastisch! Ja. Oh, nou ja, op zich... Ja, maar het vormt wel een kritische... Ja. Dat je kritisch naar jezelf gaat kijken van, oké, ja. Is mijn werk goed genoeg? En, en wat is de standaard wat je voor jezelf wilt hooghouden? Is het best wat je kan meemaken? Zeer zeker, dat geloof ik echt, 100%. Ik vind dat de kinderen van tegenwoordig gewoon echt soort van... Alles wat je doet is fantastisch. Ja, nee. Dat is en dan stap je de voordeur uit en dan kom je er bij de wereld en dan... Ish, nog in. Ja. Nee, dat is... daar ga ik geen uitspraak over doen. Nee. ik ben benieuwd. Ik heb je werk in musea zien hangen. Mm-hmm. En de afgelopen 1,5 jaar in 2 mooie modetentoonstellingen. Wat is je biggest accomplishment voor je... Ik weet niet, misschien voor je brand of misschien voor jou als individu. Ik vond mijn biggest personal accomplishment, vond ik eigenlijk het maken van mijn laatste collectie, de Cabra collectie, waar ook eigenlijk een film aan is verbonden, en een documentaire. Ja, ja. En dat vertelt eigenlijk voor mij mijn persoonlijke journey, hoe ik als persoon in de mode-industrie sta en hoe ik reflecteer naar mijn eigen cultuur toe. En ik vind in mijn laatste modefilm dat het echt die balans laat echt zien van, oh, dit is mode van mijn eigen cultuur. Ja. Maar ik kan het flippen op een manier dat het nog steeds een commerciële inslag heeft. Mm. En dat het ook een kunst- en cultuur-inslag heeft. Dus dat is wel een big accomplishment, I think. Ja, het zag heel dope uit. Ja. Zeker. Ja. Thanks. Ja, nee, ik zag het in het Centraal Museum. Ik was zo, oh, wait, is dat... En ook in de nieuwe kerk kan je ook je kan iets van je kopen in die winkel. In de museumshop, ja. Ja. We hebben een limited edition sjaaltje dat we voor zo ontwikkeld. Ja. Dus dat is super cool. Nice. Ja, nee, want welke identiteiten komen er allemaal dan samen in je werk? In mijn werk, nou ja, ik vind altijd dat werk vanuit jezelf komt. En daar is natuurlijk je milieu eromheen, dat vormt je. Mm-hmm. En dat informeert ook je werk. Of het nou bewust of onbewust is, er komt altijd een deel cultuur naar voren. Bij mij is het zo dat we natuurlijk in Zuidoost zijn opgegroeid.
En daar heb je dan een mix tussen westerse cultuur en normen en waarden. En heel erg sterk heb je ook de Surinaamse cultuur. Mm-hmm. En mijn familie is heel erg... en die weet dat. En die is daar heel erg bewust van. Mijn familie is heel erg aanwezig geweest in de Winti-cultuur. Zeker. En ze hebben ook een band gehad. En ook, dus, heel sterk is dat overgedragen. Mm-hmm. En ik, in mijn werk vind ik niet altijd het per se nodig is dat je distinctief de cultuur ziet in je werk. Ja. Omdat de cultuur zit al in mij. Dus het wordt, mm-hmm. of het nou, zoals ik zei, bewust of onbewust, wordt het altijd overgedragen. Ja. Nee, okay, top. sorry, het is gewoon, ik zit heel aandachtig te luisteren. En dan, wacht. Volgende vraag, hoe gaan we hem insteken? Nog steeds second time podcast maker. Dus yeah. Hey, shout out naar Jess, je doet hartstikke goed. Ja, zeker. Ja, nee, want ik wil eigenlijk ook aan jou vragen. Hoe ben jij eigenlijk tot mode gekomen als een manier om je uit te drukken? By being tall. Echt maar, bij mij was het... Ik ben opgegroeid op de Duitse grens in het dorpje. Dus waar iedereen nog steeds, volgens mij, een beetje trying to blend in. Zeg maar lekker Nederlands, maar niet je hoofd bovenuit te steken, want dan. Maar ik ben 1,87. Ja, succes. Niks paste mij zoals het bedoeld was. Dus ik had altijd heel... Iedereen had rokjes aan, maar bij mij is het een soort van... Gaat gewoon niet. Ik ben gewoon echt te lang voor... Zelfs voor tol ben ik, nu niet meer, was ik te lang. Dus toen moest ik op een gegeven moment zelf maar dingen gaan doen en bedenken. Wacht, ben je gekrompen of is tol gewoon nog... Tol is... Sorry. Ik ben nog niet gekrompen. Tol is nu langer geworden, dus nu pas ik tol wel. Maar ik paste gewoon... En het was toen trouwens ook niet echt tol, want ik ben 37. Maar ik paste gewoon niks. En ik had een moeder, die werkte ooit in een textielfabriek en ik kan goed naaien. Dus we gingen gewoon broek op de naar de markt stofje kopen. Een patroon maken, daar een paar intjes bij aanplakken. En gewoon zelf broeken maken. En toen had ik ook rokjes over, dingen aan. En... Ik was heel lang en ik was ooit echt zo'n lange plank. Dat mensen zeiden, oh, ben je model? Dus ik dacht dat ik model wilde worden. Niet gelukt, want ik was wel te veel te breed. En voldeed niet aan de maat. Ik ben te lang voor model, trouwens. Maar dus dat mode is altijd wel een soort van... En op me gegooid, en, oh, ben je model? En ik paste gewoon geen dingen. Dus altijd een soort van necessity. En toen verhuisde ik naar Londen. En, want in het begin was ik gewoon nog blend-in. Gewoon, ik deed hotelschool, dus ik moest als een hotello kleden. Een hele drie kraagjes. Oh, ja, oh my god. Gedaan. Ja, en ja. Ook wel eerder TLC, mijn tuinbroek naar beneden. Dus ik heb echt wel van alles gehad. Toen was ik in Londen en toen dacht ik... I can breathe, I can be whoever I want to be. Want daar is het gewoon zoveel diversiteit. Dat ik gewoon dacht, oh, dit vind ik tof, dat vind ik tof. Mm. En dus ook verhuizen van dat close-knit dorpje... waar ik dochter van, zusje van een bepaalde sociale klasse was... naar een stad waar gewoon... Ja, je bent gewoon, wie ben jij, Carmen? Waar ben je vandaan? Nederland? Oh, cool. En dan, cool. Oh, je gaat hier naar Amsterdam? Oh, nog cooler. En dat mensen gewoon, dadelijk volledige vrijheid. En dus veel meer aanbod dan wat ik leuk vond. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk in Londen, toen was ik 20, dat is 2005, dat ik toen een soort van, pas misschien ook bij de leeftijd, maar toen echt wel wist. Terwijl als ik nu terugkijk naar kinderfoto's, ik heb overal sneakers aan, overal een of ander groot t-shirt, ook staat Daffy Duck erop, maar altijd petje achterstevoren, altijd wel een beetje zo streetwear stoer als kind. Ja. Later in je puberteit soort van proberen te smelten naar, want ja, je bent puber, je wil bij mensen horen, bij groepjes horen. En later dus in Londen weer. Maar als ik kijk naar hoe ik hem heb gevonden en hoe ik dus ook creatief heb moeten zijn eigenlijk altijd, is gewoon door lang te zijn, doordat niks wat in retail hing mij paste. Ja. Dat is altijd, zeg maar, op een ander. Dus mensen kijken sowieso anders naar, omdat Karma had weer iets geks aan. Of Karma had weer een gek printje gevonden die je nergens kon vinden. Dat is eigenlijk wel echt een blessing. Het heeft het, maar dat soort situaties die nodigen, ik ga zeggen, uitnodigen vaak uit om, ja. Om toch inderdaad creatief ook om te gaan met hoe je eruit ziet en dergelijke. En inderdaad wat je aantrekt. Ja. Dus, en nu is het een, ik ben veel in Accra, dus veel in Ghana, veel in Lagos, veel in Nigeria. Nu is het echt een pick and mix van wat ik waar tegenkom. Ik had een outfit, jongens. Ik vond het een mode markt. Had ik een LV print. Dus voordat die hele Logomania in was, zeg maar, 4-5 jaar geleden, had ik een zwart-witte LV print gevonden. 2 euro de meter, slechtste stof die je kan bedenken. Maar had ik naar mijn kleermaker hier gans opgebracht. Dus ik had echt 6 outfitjes gewoon in mijn waist, helemaal op het om mijn lange been tot de grond, crop tops, jurkjes. En iedereen dacht, oh, Carmen, LV is ineens gewoon. En dan droeg ik het met wel echt goud of echte sneakers. Mensen dachten dat het echt LV was. Dus ineens gewoon 2 euro de meter door de markt. Maar dus door ook in Ghana, zeg maar, de craft van tailoring,
dat het wat hier op maat kleding maken, is een soort van, dat doe je alleen als je veel geld, deed je alleen als je heel veel geld had. Terwijl in Ghana is dat een van de manieren waarop je jezelf kleedt. Ja. Je koopt stof, je gaat iemand toe, je hebt een foto, die wil ik hebben met een beetje van dat. En toen dacht ik, oh my god, ik kan gewoon high waist, kan gewoon echt high waist worden als ik een tailor heb. Want mijn waist is ook te high om high waist te kunnen dragen. Dus ik ging toen weer spelen met stijl. Ja. En ja, nu is het nog steeds tomboys, ratje toe van streetwear, maatgemaakte kleding. Soms wil ik seks doen, draag ik wel iets straks. Dus het is een soort van invloed van allerlei. Dus dat zijn ook de versus. Identiteiten voor jou die nu samenkomen in ja, muziek is, ik ben, zeg maar, mijn heartbeat is een J Dilla beat. Dus hiphop is heel erg sterk een invloed, zeg maar, in hoe ik me voel. Maar eigenlijk, nee. Sinds ik voor mezelf ben gaan werken, ben ik heel bewust geworden van waar je euro's aan uitgeeft. Mm-hmm. Dus ik ben heel gaan kijken, oké, wie wil ik rijk maken? Dus waar draag ik bij in deze maatschappij aan en waar staat diegene voor? Dus ik heb heel veel lokale brands, Patta en Daily Paper draag ik de laatste jaren echt wel heel veel. Ja. Ik laat kleding wel op maat maken, een beetje tweedehands. En dus qua stijlen wel sportief, streetwear, hip-hop, maar ook wel eens gewoon crop top, show your waistline, als je die, weet je, dat soort dingetjes. Lippenstiftje. Ja. Ja. Dus het is een mix van karma, trying to be comfortable, trying to be sexy, supporting. Want alles, als ik nu kijk, alles heeft een merk, maar een merk dat ik, ja man, jullie mogen mijn euro's hebben. Ja. Op die manier. Begrijpbaar, met die merken. Ja. Ik ben moedig geworden, ik hou niet meer. Stoppen. Maar ik koop heel veel op de zaak. Dus heel denk, ik heb een podcast over sneakers. Dan kan deze sneakers kan ik gewoon van mijn business kopen. Voor de nee, maar weet je, het zijn van die brands die je aantrekt. Het zijn ook meer de verhalen erachter van hoe ze zijn ontstaan. Ja. Wat mij aanspreekt in die brands. Ja, mij ook. Maar de merk zelf interesseert me echt gewoon niks. Nee, maar zeg maar, ik denk als ik met Pat, als ik die guys rijk kan. Maar ja, man, ik vind het gewoon tof wat ze doen. Daily Paper net zo. Zelfs Yeezy en Gap, ik vind het tof wat Kanye doet met Gap. Yep. En sorry, ik hou nog steeds echt heel van Kanye, dus ik vind dat hij, dat hij niet alles wat hij zegt, maar wel hoe jij is als persoon. Dat ik denk, ja man. Ja, ja. Ik knik even lief mee. Laten we zeggen. Laat me zeggen, het is een dun draadje. Ja, een heel dun draadje. Ja. Nee, dat is, nee, maar ik hoor wat je zegt inderdaad, gewoon, dingen echt je geld uitgeven aan dingen die je echt support in plaats van... Nou ja, de grote conglomerates, aan de andere kant maak je zo. Maar we gaan er ik kan me niet herinneren wanneer ik het laatst iets heb gekocht, moet ik even heel goed naar mezelf kijken, bij een H&M, een Zara, een whatever. A, omdat het dus vaak ook niet echt fatsoenlijk past. Mm-hmm. Maar B, dat ik denk, het is allemaal generiek, iedereen ziet er hetzelfde uit. Ze proberen allemaal Kim Kardashian na te doen qua fits en qua stijlen. En ik vind het wel leuk om te spelen met. En ja, wie maak je rijk? Ugh. De kwaliteit is kut. Ja, want daarom kocht ik vroeger dure shit, omdat ik er niemand in kon vinden. Ik ging zelf uit buiten om dingen te halen. Maar wat ik er wel uit heb gehaald qua fashion, is de manier hoe het in elkaar is gezet, want ik haalde altijd mijn shit uit elkaar. Dat was voor mij mijn leerschool. Ja, nee, dat is inderdaad een goeie, als je het gewoon helemaal uit elkaar knipt en dan weer in elkaar gaat zetten. Oh nee, ik hield het ook uit elkaar. Oh! ja, voor mij is van, door mijn carrière kon ik me veel dingen veroorloven. En als ik dure shit kocht, was vaak wat je hier niet makkelijk kon vinden. En na 2-3 feestjes, ja, die tijd is van, oké, it's done. Je gaat die dingen zo vaak aantrekken, want het is te opvallend. Dus zit je het uit elkaar, ja, dat is die tijd van toen de tijd. Want tegenover de jaren 90, 2000, tot 2007, 2008. Je kan een fit niet wat zo obvious is, meerdere, it's done. Heb je reeds weer in dezelfde auto. Snap je bedoel? En ik was op elk feestje 7 dagen per week, dus it's kind of different. Snap je? Je had een goede kledingkast waarschijnlijk, met heel veel items. Ik had wel een paar inloopkasten. Ja. Ja, nee, maar het was ook van, ik was niet, ik was wel super materialistisch op een bepaald gebied, want geen begin met de artiesten meeleven. Maar wat ik eruit leerde is van, je weet zoveel money aan BS eigenlijk, dus wat ga ik eruit halen nu? Dus ging alles uit elkaar halen en zo leerde ik als het ware ook met patronen om te gaan, steekwerk, etc. Ja, precies. Ja. Smart. Maar vooral materiaalkeuze, hoe zit het in elkaar zit. Ja, nee, dat is... Ja, oké, materiaalkeuze. Ik heb inderdaad met de stiksels en dat is hoe het werkt. Dat vind ik altijd heel erg fijn, als je het uit elkaar haalt. Ja. Dat is echt heel nice. Want ik heb eigenlijk nog 2 vragen voordat we doorgaan naar show and tell. Ik vraag me eigenlijk af, zeg maar, in jullie werk, hoe de buurt jullie daarin inspireert. Zijn er echt dingen waarvan je zoiets, dat je, want jij had het ook al over, weet je, dat je dingen ziet in het straatbeeld, van, mental... nood van, hé, dat is tof. Mm-hmm. Maar als je dat soort dingen ziet op straat,
hoe vertaalt zich dat dan in je werk, als zeg maar wat je maakt? En ja, voor jou is misschien iets anders. Dragen, maar dat, ja. Ja. Zal ik hierop inspringen? Ja. Nou ja, aangezien het over Zuidoost gaat. Ja. Ik ben natuurlijk geboren en opgegroeid en ik woon nog steeds in Zuidoost. En mijn inspiratie, als we het hebben over geïnspireerd raken door de mensen in de buurt, dan is het voornamelijk voor mij de jaren 90. Mm-hmm. En de manier waarop mensen zich toen uiten. Als ik kijk bijvoorbeeld naar de mensen in die liepen op Kwaku of mm-hmm. of Showcase. Of dus ja, bijvoorbeeld ja. Bij het centrum van mijn oma kwamen. Dan het waren hele distinctieve persoonlijkheden. Omdat ze natuurlijk allemaal kwamen van die periode. Mm-hmm. Van, oh, er zijn geen conglomerates zoals mm-hmm. de H&M en de Zara. Maar er zijn boutiquejes. Mm-hmm. En die instelling van customizing, dat is ook heel erg Zuidoost. Ja. Dus dat gevoel, dat heb ik, daardoor word ik geïnspireerd van, oh, je kan gewoon van niks kan je iets maken. Of je kan met een neonroze haarband kan je eigen, eigen identiteit creëren, weet je. Ja. Dus dat is voor mij de manier hoe Zuidoost in mijn omgeving mij inspireert om dat te verwerken in mijn werk. Ja. Nee, ik hoor je. Ja, Kwaku is wel... Tot op dag van vandaag echt... Nou, Kwaku 2.0 en Kwaku 1.0 zijn echt... Fundamenteel anders. Ja. Oké, maar dat is een discussie voor volgende podcast. Kwaku Showcase. Het was een showcase. Het was een showcase. En dat is het nu niet meer. Nee, vind je? Je kwam daar met je top-of-the-line outje. Nu is het meer een presentatie van welke merk je kan dragen. Mm-hmm. Maar toen was het een presentatie van wie ben jij? Juist. Waar kom je vandaan? Ja. Hoe kleed je het aan? Ik bedoel, een vrouw van 60 kwam dan in een gouden klomp, weet je? Met een goud randje, met een zwart randje onder de gouden lippen. En dat was een uiting. Maar nu is het gewoon van, oh, ik kom in een Balenciaga basic t-shirt. Maar weet je die ene brug die je hebt? Want je bij Kwaku komt. Zijn ze daar een rode loper hadden gezet? Toch! Had je gewoon met gala. Ik bedoel, het was dan ook deels verdeeld. Want dan had je bijvoorbeeld het Antilliaanse gedeelte, daar wist je gewoon daar zullen vrouwen aanwezig zijn die gewoon een neonlegging aan hebben. Die helemaal aan de zijkant is uitgesneden. Weet je, met een strakke BH. En het was gewoon a sight to behold. 100%. Dat is gewoon een personality. 100%. Ja. En Kwaku 2.0. Sorry, en de laatste you dag. Ain't that girl. Ja. Ellie, ik zie je meeknikken. Mag ik jou ook vragen, van, is Kwaku ook voor jou een inspiratiepunt? Of hoe inspireren Zuidoostenaren jou in je werk? Nou, wat mij voornamelijk inspireert is dat ik toch... wat ik hier allemaal hoor is allemaal wat er... wat is nieuw, mm-hmm. maar ik ben meer van de traditie. Yeah. Dus wat mij meer inspireert is van, goh, hoe kan ik ervoor zorgen dat die traditie wordt behouden en op dit soort grote evenementen naar buiten wordt gebracht. En daarom zorg ik er ook voor dat ik op dit soort grote evenementen gewoon echt volop aanwezig ben met hoofddoeken, met prints die vaak door Afro-Surinamers worden gedragen. Want Kwaku, Kitty Kotti, dat is gewoon het moment inderdaad wat Jojo ook aangaf, gewoon om een beetje te schijnen. Maar ik vind het ook belangrijk om niet alleen op Kwaku te schijnen met jouw culturele kleding, maar ook gewoon in het straatbeeld. Dat mis ik heel erg. Ja. En ik heb nog, ik denk, een lange weg te gaan om dat goed over te dragen en ervoor te zorgen dat meerdere mensen bijvoorbeeld of een pangi, dus een geruite stof draagt, of een hoofddoek. Ja. Want ik ben echt van de hoofddoeken. Ja. ik ben echt van de hoofddoeken, het moet gewoon gedragen worden, klaar. Ik voel die ook daar echt in, van die culturele overdracht, dat verwaart steeds meer. Ja. Mm-hmm. En ik begrijp ook echt van, je ziet het minder in het straatbeeld, omdat de jongeren het ook meer zien als een kostuum van, oh, dat wordt echt specifiek gedragen voor een bepaald moment. Zoals, we gaan naar Kitty Kotti. Dat is dan het moment om een korto te dragen, of een Anissa, of een Pangi, weet je. Terwijl mijn werk, mijn laatste werk dan in ieder geval, is dan echt puur gefocust op dat idee van, hoe kunnen we die culturele kleding vernieuwen, dat het gedragen kan worden zonder dat mensen het gevoel hebben dat ze lopen in een kortel. Ja. En dat ze gezien worden als iemand van, oh, nou,
Wat een leuke bisma, zeg. Ja. Nou, ja. Weer cultureel toerisme. Ja, dat gevoel wil je niet hebben. Ja, dus dat was heel belangrijk voor mij om zo'n collectie te ontwikkelen. Dat je kan zeggen van, oh shit, ik heb hier gewoon een jas aan met een traditionele print erop, die nog steeds gewoon vet eruit ziet. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Dat is gewoon eigenlijk wat je wilt. Ja. Ja. Kijk, je ziet wel hier in Zuidoost, wat nogmaals de hoofddoek. Ik zie wel, weet je, dat mensen het hoofd wikkelen, vrouwen voornamelijk. Mm. Maar ik mis voornamelijk mannen die hun hoofd bedekken met een sjaal of een print. Ik heb wel, als ik bijvoorbeeld naar foto's kijk op het net, en ik kijk bijvoorbeeld naar mensen in Amerika, dan zie ik wel van, hey, mannen zijn daar wel meer actief met het wikkelen van hun hoofd. Dat doe ik ook. Maar ik zie meer de Afrikaanse prints zie ik naar voren komen, mm-hmm. maar minder de prints die wij gebruiken. Want binnen de Afro-Surinaamse cultuur zijn er gewoon heel veel verschillende prints. Ik heb bijvoorbeeld eentje bij me, dit is dan batik. En ik heb een kapsel gedaan, dus ik kan dit niet opdoen, maar normaliter zou ik dit gewoon om mijn hoofd heen doen. Mm. Weet je, en dan zie je mensen wel zo kijken van, wat is met deze man aan de hand? Mm. Maar ik voel me daar gewoon prettig bij, omdat ik zoiets heb van, sorry, maar net als wat hij heeft, een beetje agressief van, dit moet gewoon gezien worden. Mm. En ik wil gewoon dat anderen het ook gaan dragen, maar helaas. Maar dat is het ding dus, dat wanneer je dus een culturele uiting doet, dat het niet genormaliseerd gezien wordt. Ja. Dat je echt, wederom zegt, dat je echt een statement moet maken. Mm. Terwijl ik vind van, je moet het gewoon kunnen dragen zonder dat iemand je lastig valt. Ja. Of zegt van, oh nou god, wat ziet dat er leuk uit. Ja. Hebben jullie hoop dan? Want ik zie wat je zegt, meiden die turbans, zeg maar, maken van African print. Of zeg maar, ik zie wel dat er meer space is om dat te doen. Mm-hmm. Als je kijkt van een man 8 jaar geleden of zo tot nu. Ja, hebben jullie hoop dat denk je dat er nog meer space gaat komen om het wel te doen? Of denk, ja. Ik ben echt actief bezig ermee. Dus niet alleen via de cursussen, maar ook heel veel op social media. Want de jongeren zitten toch meer op social media. Ja. Dus ik ben het heel erg aan het pushen. Maar wat ik merk, ik vind die turbans leuk en zo, maar ik wil echt meer daar naartoe. Ja, dus de Afro-Surinaamse hoofddoeken, die wil ik echt meer gaan pushen. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen denken van, ja, maar sorry, dat is echt te veel werk voor mij. Want daar hoort een bepaalde techniek bij. Je moet het gaan klaarmaken met stijfsel. Ja. Dat deden ook die mensen in Zeeland vroeger. Ja. Of tenminste nog steeds trouwens. Ja. De krablappen. Precies. Ja. Dus ik vond dat trouwens heel grappig. Want ik zei van, hey, dit is dus een overeenkomst. Weet je. Maar ik kan me voorstellen dat men denkt van, oh ja, maar dat is zoveel werk. Dan moet ik het gaan bewerken. Ik denk dat het ook deels te maken heeft met de invulling natuurlijk. Hoe het wordt gepresenteerd. Als je het presenteert, wederom, als een cultureel kostuum. Mm-hmm. Dan hebben mensen zoiets van, oh ja, sorry, maar ik ga niet zo naar de Albert Heijn. Weet je? Dus, maar als je het stylt op een manier van wat je zegt van, oh, het is misschien met een skinny jeans of iets wat een commerciële inslag heeft, dan zijn mensen sneller geneigd om te zeggen van, oh, de Sarah verkoopt het. Nou, nu kan ik het ook dragen. Kim K. draagt het, ik ga het ook dragen. Toch? Ja. Maar dat is het. Dat is wel het werk, ja. Ik vind het wel jammer dat het zo ver moet. Het heeft een bepaalde commercialisatie gewoon nodig. Ja. En die brug kan je alleen slaan als je dat verbindt met entertainment, tegenwoordig met entertainment of kunst en cultuur. Ja. Mm. Nou, als smaakmakers als jullie. Ja. Ik ben een huisvrouw, hè, als het gaat om mijn mogelijkheid. Zomaar. Nee, ik ben huisvrouw. Nee, want ik hoor jou zeggen, je vindt het jammer. Ik vind het jammer, ja. Dus ik, ik moet nog heel veel in elkaar zetten. Mm-hmm. Dus net zoals ik al net zei, ik denk dat ik nog een lange weg te gaan heb. Maar ik probeer ook mensen naar me toe te trekken die daar ietsje meer actiever in zijn. Ja. En ik raak het even kwijt wat ik wou zeggen. Er is zoveel in dat ik heel veel ga vertellen. Maar Giorgio is bijvoorbeeld een persoon die, net als wat hij zegt van met die fashion film. Ja. Dat was echt het moment dat we echt dachten, oké, dit is het. Ja. Dit is het gewoon, weet je. En de reacties er ook op, die waren echt. Weet je, want daar komt alles weer samen, maar nog zie ik het te weinig. Ja. Dus ik denk dat ik er gewoon mee ga beginnen actief hoofddoeken dragen voor mezelf. Dus, je moet het gewoon doen en gewoon presenteren op een manier dat mensen het gewoon tof vinden. Ja. En dan volgt de rest gewoon. Klinkt wel zo makkelijk, maar toch, weet je, het is raar, maar het lijkt als iets me toch van, ga je het doen, ga je het niet doen. Want dit zou ik wel snel, maar dat zou ik dan niet weer zo zeggen, weet je, wat houdt me tegen? Maar is het praktisch? Dat is dan ook weer de vraag. Mensen hebben natuurlijk nu een heel
actief leven. En ik ben niet van plan om als ik om 9 uur mijn werk moet zijn, dat ik om 6 uur ga opstaan om een Anissa te lopen te stijven. En dan ben ik het aan hè. Moet je dezelfde dag stijven? De twee. Nou ja, je kan het ook van tevoren. Ja, nee, want ik dacht een soort van als hij ook. Maar dat heb je wel gelijk een vaste vorm, neem ik aan. Jaren. Dat blijft echt gewoon 100 jaar goed. Ja. En dus als je het één keer hebt gemaakt, is het, dat heb je ook vaak. Dat mensen zeggen: hey, dit was van mijn overgrootoma. Ja. Ik heb hoofddoeken gehad van mensen die echt die achter gewoon 150 jaar dood zijn of zo. Dus die heb ik gewoon. Ja. Dus het is wel inderdaad. Het is praktisch, als het eenmaal klaar is, dan heb je het ook forever. Ja. Dus, en ja, ik verkoop ook gewoon kant-en-klare. Ja. Dus, ik hoor steeds minder redenen om het niet te doen. Ja. Want als we het hebben over cultuurdragers, over identiteit, ik vind het wel, want je hapert, zeg je net, van ja, ik wil, maar het is een maatje of zo. Ja, ja. Ik denk gelijk, ik kan me voorstellen dat in de maatschappij, waar ik de context erin begeef, dat het ook wel lastig is. Hoe gaan zeg maar je eigen mensen, maar de dominante groep, hoe gaan mensen reageren? En je moet waarschijnlijk, zeg maar, thick skin hebben, first of all. Yep. Die heb je mogelijk al wel. Maar ook een beetje het verhaal. En zeg maar, dus ik kom best wel, het is niet gewoon, oh leuk, toffe oranje, is het oranje roze, toffe oranje beanie, wie iedereen een soort van nu gewoon sociaal niks bij voelt of niks bij heeft. Zeg maar, ik kan daar wel op inhaken, want ik... ter referentie natuurlijk van mijn laatste collectie. Dan heb je allemaal stukken gemaakt die allemaal culturele referenties hebben. En dan komt er een wit man, komt dan op je af van, ja, ik vind het heel erg mooi, maar mag ik het wel dragen? En dan zeg ik van, ja, je kan gewoon naar de documentaire kijken. Dan zijn de mensen die het maken, die geven je toestemming om het te dragen. Dus je moet een bepaalde soort van drempelverlaging hebben van, oh, het is ook voor jullie, maar... Ja. Ga dan niet vervolgens een Surinaamse videoclip opnemen. Want dat There's limits. Het is gewoon een mode-uiting. Yeah. Zo moet je het zien. En niet een culturele toe-eigening. Dat vinden heel veel mensen heel moeilijk, hè? Ja, die scheiding. Dan mag je helemaal niks meer. Maar je kan het gewoon dragen, because it's fashion. Ik zat ook te denken, een soort van, weet je, aan de andere kant, sommige mensen geef je een vinger en dan denken ze meteen dat alles oké is. Dan denk van, oh nee, maar dat is niet wat ik bedoelde. Dus, En het lastige erbij is, zeg maar, sommige mensen, zeg maar, jij zegt met jou uit van tof, maar kan zijn dat als ik iets aan heb van jou, dat iemand op straat alsnog tegen mij gaat zeggen. Ja, maar dat, heb je altijd. Ja, dus dat willen mensen niet. Mensen willen van, je moet of helemaal goed zijn of helemaal fout. Dan refereer je gewoon naar mijn documentaire. Schat, kijk gewoon naar de documentaire. Kijk gewoon naar de documentaire, schat. Ik draag best heel veel dingen wat niet, of refereer of links met, wat niet mijn eigen achtergrond is. Maar qua werk, als je me kent, dan snap je het waarschijnlijk. Maar als je me niet kent, denk je, wat doet deze blonde chick met? Mm-hmm. Maar je moet wel onderzoek doen en ook naar jezelf kijken. Je eigen identiteit, zeg maar, hoe word ik gezien in de maatschappij? Ja, maar ook en hoe voel je het visueel natuurlijk in? Ja. Ik bedoel, als je vervolgens in een volledige gele gaat lopen met een Ghanese zondagsjurk. Een bruin kind op mijn heup. Dan is die beeldvorming natuurlijk totaal anders. Ja. Als je het gewoon ik heb gewoon bijvoorbeeld een sjaaltje over en het is gewoon cool. Maar dat vraagt als drager best wat keuzes. Bewust, en dat is niet, ik wil die paspoort bij de Zara. En daar haken heel veel mensen in Nederland, naar mijn gevoel, al bij af. Moeilijk, laat maar. Ik doe wel gewoon, ik ga voor veilig. Daarom kan ik me voorstellen voor jou dat de beste, dat je denkt, het is best wel een spannende, zeg maar, of niet spannend, maar best veel volgens mij wat je nog, het werk wat je te doen hebt. Mm-hmm. Als je hem wil, nog maar normaliseren of trend, gewoon, dat hij gewoon daar is. Ja. Ja. Kan me voorstellen. Ja, vandaag. Waar is je camera? Ja, precies. Vanaf morgen, elke dag. Elke dag, met Anissa. Nee, wacht, over 2 dagen. Het duurt 2 dagen om eentje klaar. Hij heeft er meer dan genoeg. Word je wel klaar? Ik ben klaar. Ik ben 150 jaar geleden. Ja. Ik dacht, ik help, weet je, laten we een soort van, weet je, zachte deadline, maar oké, nee, we horen het morgen. Ja, vanavond kan hij ook al een paar dingen op online posten. Ja, precies. We kunnen zo meteen even gaan checken voor wat de juiste fit is. Ik wil eigenlijk, jij had er eigenlijk al een voorzetje aangegeven, ik wil eigenlijk wel door naar de show and tell. Want we hebben het bijna een uur al gehad over mode en identiteit en waar we door geïnspireerd raken en hoe we onszelf ook daarin zien en hoe de buurt daarin ook wel of niet inspireert of wat we daarin missen. Nee.
En we hebben allemaal, en het ding is met mode, ja, het is gewoon eigenlijk heel erg visueel. En daarom heb ik gevraagd of jullie alle vier een item mee kunnen nemen, konden nemen. Wat nu heel erg, wacht even hoor, sorry, ja. Sorry, ik moet eventjes mijn aantekeningen erbij houden. Kledingstuk mee te nemen die op dit moment beste jouw identiteit representeert. En jij had natuurlijk al wat voorbeelden laten zien. En we hebben het nu over de Anissa. En ik dacht, misschien wil jij beginnen met vertellen over wat je hebt meegenomen. Oh, lang benen. Wat ik heb meegenomen? Ik heb een... Anissa. Dit is het hoofddeksel, daarom ik zal ook gelijk het verhaal achter vertellen. De hoofddoek die daar... dat heet de Veda. Mm-hmm. En dat komt uit het Nederduits en het verwijst naar vijand, ruzie, opstand of andere woord kan ik niet meer. En de tot slaaf gemaakte droegen dit in de periode wanneer ze dus met elkaar een gevecht aangingen of met op de plantage met de witte slaven meesters gingen vechten. Mm-hmm. En wat belangrijk is aan deze hoofddoek is dat hij dus op het hoofd wordt gestrikt, want als jij een gevecht aangaat heb je geen tijd om spelden vast te zetten in je hoofddoek. Dus dat deden ze dan, mooie plooien erin. En hupsakee op het hoofd en zo ging ze in het gevecht aan. Dus dit is dus die geheime boodschap, die geheime communicatie, waarmee ze lieten zien van, hé, hey, we komen hier opstaan. En misschien op de plantages, dan dachten die witte slavenmissers, oh mooi, creatief. En, maar nou, we waren echt op iets. Ja. En ik heb het meegenomen, want het was een hoofddoek van mijn oma. En ik vind het altijd belangrijk om toch mijn, iets van mijn oma bij me te hebben. Mm-hmm. Zij heeft me dat geleerd, dus ik vind het belangrijk om altijd iets van haar bij me te hebben. En echt iets van mezelf is de hoofddoek die daar hangt. Het is niet gebruikelijk om hem zo te dragen. Dus ik heb hem mijn eigen stijl aangegeven, want ik denk van ja, het is niet verplicht om hem zo te dragen. Het heeft wel een betekenis, maar het is niet verplicht, dus ik heb hem zo gedragen. Maar hier zit ook een boodschap achter, want op de doek is er een tekst geschreven. En die tekst luidt, ja, het is Surinaams, kan je Surinaams luiden? Wat? Wat? Inside all. die tekst luidt, ik kan kan fukari yorka, ik moest kan kan fuyang into. Ik ga hem vertalen. Mm-hmm. Als jij in staat bent om boze geesten op te roepen, moet je ook in staat zijn om ze te kunnen verjagen. En het komt eigenlijk meer op wat goes around, comes around. En ik vind dat een mooie manier om ja, mezelf eigenlijk duidelijk te maken aan anderen. Maar wat het een vreemde hiervan is, is ik draag die doek, maar jij weet niet wat het betekent. Nee, ik spreek helaas geen Surinaam. Precies, dus het is voor de mensen die het kennen, en dat is dan ook weer een opdracht voor mij. Voor de mensen die het kennen, die hebben zo van, oh nee, ik ken deze doek. Want ja, mijn oma had het ook, mijn moeder had het ook en zo. Maar voor mij is het dus de taak nu, waar ik mee bezig ben, om dit soort boodschappen te gaan overdragen. Van, hey, ik zie die print, wat betekent dat? Oh, waarom droegen ze dat? Oh, die kleuren, oh oké, okay, daarom. Ja. Dus, is het dus de print en de kleur? Ja. Het vertelt verschillende verhalen, dus de print, de kleur en de motiefjes die erop staan. En wat ik zelf belangrijk vind als ik zo'n doek krijg, want dit soort doeken worden nu niet meer geprint. Ik denk dat deze 60 jaar oud is. Oh, wauw. Ja, deze worden niet meer geprint. Dus ik vind het altijd belangrijk van wie heb ik het gehad, waarom heb ik het gehad en wat ga ik ermee doen. En ik kan het als een schouderdoek dragen, maar ik kan er ook een hoofddoek van vouwen. Ja. Mm. Ja. Dus ik weet niet hoeveel van deze doeken. Oké, dus jij hebt wel een voorraad ervan. Want het wordt al bijna 60 jaar niet meer gemaakt, zeg je? Of? Klopt. De doeken die nu gemaakt worden, die zien er niet meer zo uit. En het is niet meer. Dat is dus wat ik bedoel. Die traditie begint langzaam te verdwijnen. Mm. Want in Suriname had je vroeger van dit soort drukkerijen. Heb je ze bijna niet meer. Ja. Mm-hmm. Nu heb je in Weesp wel iemand en je kan dan een oude doek daar naartoe brengen en dan kan je het herdrukken. Okay. Maar het is niet meer echt authentiek. Het is niet meer authentiek. Ja. Nee. Ja. Want vroeger waren er dan de mensen die het konden permitteren. Ik zal even vertellen hoe dat ging. Je had bij speciale feestdagen, bijvoorbeeld Kitty Kotti of Onafhankelijkheidsdag werd dan een speciale doek gedrukt. Ja. Maar ook voornamelijk vrouwen die een hoge positie hadden, die vertelden het verhaal aan de drukkerij van, goh, ik heb ruzie met mijn buurvrouw en we delen dezelfde man en ik wil dat
dat verhaal wil ik in die doek verwerken. En zo kwam dan een doek tot stand. En dit soort doeken waren vroeger ook heel veel waard. Je kon en dan de volgende dag had een van die vrouwen zo'n hoofddoek op. Om te dat was het, dat was het. Maar ze waren vroeger ook heel veel waard. Je kon ze dus ook belenen. Je kreeg daar gewoon geld voor. Oh, ja. Je kreeg er gewoon geld voor. En je moet niet schrikken als iemand zegt, ja, ik heb 500 van die doeken in huis. Wauw. Zo. Want je erft dit ook heel vaak. Ja. Dus ik word vaak gebeld van, oh, tante is overleden. Oh, vervelend. Ja, maar we hebben die doeken, jij mag ze hebben. Oh, thanks. Oh. Dat is nice. Dus betekent heel veel voor mij. Ja. Wie heb je deze gekregen, als ik vraag mag? Die was van mijn oma. Nee, die blauwe? Ja. Die heb ik van een andere groottante gekregen. Nou. Ja. En als ik het zo bij elkaar zet, dus mijn oma was ook altijd echt met die tante. Ah. En ze zijn er beide nu meer, dus ze zijn wel bij elkaar samen. Samen. Mooie story. Nee. Ja. Oh, wauw. Yes. Nee, dat is echt heel mooi. Ik leer heel veel hier ook weer van. Ook sowieso gewoon dat die doeken gewoon per stuk gedrukt worden, basically. Yep. Dat is echt, ik kan me voorstellen dat het enorm veel geld kost inderdaad om dat aan te schaffen. Yep. Dat is qua productie alleen al. Ja. En het schat inderdaad echt je eigen identiteit. Ja, niet als in een businesswoman, maar gewoon, like, you know, like 16 jaar geleden waren printtechnieken ook anders. I'm just saying. Oh, zeer zeker. Nee. En de meeste van dit soort dingen werden volledig met de hand gedaan. Ja. Dus, maar ook toen kan je je voorstellen dat je nu ergens heen gaat, dat je zegt, oké, er is iets gaande, of ik wil iets, dat je iemand een doek voor je een gaat. Een persoonlijk verhaal. Dat deed het nee. Gewoon, dat, wauw. Ja. I wish. Kan gewoon, maar ze doen het niet. Yeah. Ja, het kan zeer zeker, maar het kostte plaatjes, zeker in deze tijden. Zonnebloemolie is ook niet meer te krijgen. Misschien de kosten, weet je, moet allemaal doorberekenen. Ja. Dus, er is trouwens wat ook interessant, er is trouwens ook een Belmer hoofddoek bedrukt. Echt? Ja. Er is ook een, dat was in het kader van 50 jaar Belmer. Mm. Oh. Toen is er een groep samengesteld en toen hebben ze verschillende belangrijke dingen uit de Belmer, dus de markt, volgens mij hadden ze ook de Amsterdamse poort, verschillende items hadden ze op die doek bedrukt om zo een hoofddoek tot stand te brengen. Want natuurlijk, het is traditie bij de Afro-Surinamers om bij een speciale gelegenheid een doek te drukken. Ja. Toen hebben ze zo een Belmer doek. Oh, vet. Bedrukt. Heb je er eentje van? Ik heb het, ja. Ik heb hem niet bij, man. Volgende keer. Ik ga gewoon episode of volledig, twee. Volledig. Precies, gewoon die ene hoofddoek. En dit waar we het vandaag over hebben. Nee. Ja, over verschillende plekken en spullen en dergelijke. Carmen, jij hebt een trui meegenomen. Waarop ook allerlei, ja. Er zijn dingen op afgebeeld en volgens mij... Is dat ook inderdaad, was het ook ter ere van iets of wat is het verhaal daarachter? Ik wist natuurlijk niet wat ik mee moest nemen, want ik heb allemaal verschillende dingen die bij moet passen. Maar dit is een crewneck. Dus crewneck is natuurlijk een stijl item die we labelen als iets wat streetwear is. Het is een heel Amerikaans item, eigenlijk origine. Maar nu heb je natuurlijk iedereen die er van alles mee doet. En dit is een trui van Waffles & Cream. Waffles & Cream is een skate community met merk uit Lagos, Nigeria. Mm-hmm. En zij hebben altijd op hun, zeg maar hun, ze hebben dus een soort quote-unquote streetwear wat ze dan mixen met Nigerian influences. En vaak is het of een print of een bepaalde cut van een shirt dat dan de ankle shirt heeft. Dat je denkt, oh ja, echt een omhoe heeft dat aan. Dus ik snap hem. En deze heeft dus heel letterlijk heel veel referenties van wat je in Lagos vindt. En ik had deze trui en ik heb hem gekregen van hem. En ik vind het dus tof dat je dus gewoon een crewneck hebt. Wat voor mij dus heel streetwear aan, maar dan wel met echt letterlijk visueel heel veel direct Nigeriaans items erop. En ik had hem laten aan, een vriend was bij me en hij is 50 en hij is geboren in Londen en Lagos gestuurd tot zijn 18e terug naar Londen verhuisd en nu hier. En hij zei, oh ja, Hyena Man. En hij begon gelijk eens wat van te memorizen. Oh my god, die had je vroeger. Dus ik vond dit heel tof, maar laat ik heel zien, ik ben heel veel in West-Afrika, wat ik al 16 keer heb verteld, maar ik wil dus heel graag merken die ik daar tegenkom, die ik heel tof vind, hier gaan, een agent worden om die hier te gaan en verkopen. Dus als ik weer back on my two feet ben, wordt dat de missie voor 2022 en daarna. Dus dat je items als deze gewoon hier kan kopen via ons.
dan ga je ook weer een boutiqueje beginnen in Zuidoost, zodat dit de enige plek is waar je die dingen kan krijgen. Dat we gewoon weer de Tastemakers. Ja, zo is it's in the making, de precieze uitdenken ervan, maar we gaan in ieder geval agent worden. Dus in ieder geval als, zeg maar, proberen te stokken bij mensen of misschien zelfs winkels. Weet je, ja. Dus dat is nog aan het uitdenken, maar ik vind het heel tof. En helemaal dat, en het raakt mij iets groters als je het hebt over mode en Afrika. Denk iedereen aan African Print. Ja. Terwijl daar zit natuurlijk ook een hele history achter die we kennen met Flisco. Want ik denk, nee, er zijn juist heel veel toffe contemporary brands, zoals Waffles and Cream, superveel, ja. Die andere dingen maken. This Is Us is een ander Nigeriaans merk dat Fuenta maakt in het noorden van Nigeria, wat ze blauw verven, in echt die pits, weet je, in de grond, en die maken echt vette, gewoon, ja, gewoon superpakken. Dus ik denk, ja man, die wil ik gewoon, dat we hier kunnen gaan dragen. Dat is dan mode vandaar, en niet die print, of een beetje een grote jurk of zo. Dat is culturele dracht, maar... Dus daarom die. Maar ik kon niet kiezen. Ik heb ook mijn eigen stijl item is een Air Force One. Want het is... Nee, hou ze even omhoog. Ik weet niet welke camera we nu hebben. Ik weet niet, maar ik zag die is denk ik voor mij. Deze is ook voor mijn baby, wie die natuurlijk nooit gaat dragen. Want je gaat een babyvoetje hier niet in proppen. Maar dat koop je voor jezelf. En ik heb geen witte Air Force One's Chase. Ik wacht nog steeds op die schoen die je beloofd toen ik zwanger was. Een witte Air Force One. Gaat met alles, is heel basic. Is voor heel veel mensen in Nederland eigenlijk een beetje te lomp. Ik weet niet hoe ik hem aan moet doen. Maar eigenlijk ook weer een go-to schoen en gewoon een hele verse kick die je moet hebben als je van sneakers houdt, vind ik. Dus daarom eigenlijk een Air Force One voor mij. Oké. Okay. Maar deze is van mijn zoontje. Nou ja, voor mij in de kast. Ja, precies. Om te laten zien dat het Air Force One is. Ja, ja. En met de doos met erbij. Met doos, ja. Met de doos erbij. Ja? Oké. Nee, oké. Okay, dus duidelijk. Doos is erbij. Ja. Nee, nice. Reza, jij hebt ook iets meegenomen vandaag. Kan je daarmee? Ja, ik heb eigenlijk twee dingen meegenomen. Oh, ja. Ik had het eerst laten zien. Dat is een combinatie tussen een kimono en een hoodie. En dat is de reden van... ik kan de second kan je ook gewoon je sleutels ophangen, want ik ben altijd iemand die me kwijtraakt. Ja. Dus ik pak het ook graag practical. De mouw kan je als kimono dragen, maar je kan ze ook dubbel klappen, waardoor het gewoon een mouw is van een normale hoodie. Mm-hmm. En de reden was één, ik hou van de Asian culture. Mm-hmm. En het is gewoon elegant. En twee, de hoodie, ja. Ik heb altijd hoodies aan, dus er is een stukje van mezelf erin. En het is een upcycle project, zeg maar, van gerecyclede materialen. Ja. De hoodie is half doorzichtig van bovenkant, omdat je ook gewoon over je heen kan hangen alsof het een soort van cape is, een soort van warrior instinct. En dat is eigenlijk de hoodie daarin, het is unisex voor man en vrouw. Ja. En verder heb ik deze hoodie aan die ik zelf heb gemaakt. Ja. Ik zag het al, want je had het inderdaad over de characters. Ja, de chain reaction. Ja. Het is mijn eigen universe, die ik in de kar aan het zetten ben. Die, waarvan elke character eigenlijk een stukje eigen culture is. Maar ook een stukje personal development is als je, zeg maar, speelt of leest. Ik heb hier een kaartspel ervan gemaakt, wat een soort van trading card is. Mm-hmm. Kunnen jullie even kijken of jullie willen? Aan de achterkant zit de tekst en bananen. Ze bouwen hun eigen bananen. Okay. En hier heb ik een boekje van gemaakt, waarin ik een beetje kan aangeven. Ja. Aan de achterkant is van I'm Bigger Than My Fears. Waarin je een beetje kan lezen van hoe je hebt, over heb je wel bepaalde herkenningspunten in van hoe je karakter in elkaar zit. En je kan het van jong tot oud lezen, de mensen die ik heb laten lezen van verschillende leeftijden. Die herkennen zichzelf erin. Dus ja, dat vond ik wel leuke tools. Zeg maar, die ik heb gecreëerd om het als het ware weer mee te, terug te horen. Ja. Want ik zelf kijk creatief naar dingen. En mijn feedback moet echt komen vanuit de audience. Hoe reageren hun erop en hoe kan ik daarin dingen perfectioneren? Want ik ben wel perfectionist. Ja. En daarom heb ik het ook nog niet uitgebracht. Maar er zijn wel dingen waar ik aan wil gaan werken in hoe ik iemand kan helpen om iets in zichzelf terug te kunnen vinden en te kunnen helpen opbouwen daarin. Ja. Want als je jezelf goed kent en goed kan blijven herkennen en confronteren daarin, kan je zelf blijven ontwikkelen. Ja. En ik denk, als dat de key is, dan ben ik weer blij. Ja, nee, sterk. Ja, nee, wat je al zei inderdaad in het begin van het gesprek over hoe je conceptueel nadenkt over wat je maakt en zo. Dit is echt een heel erg nice voorbeeld daarvan. Thanks. Echt heel erg dope. Ja, ik zag hoe ik hierop ben gekomen is, of hoe ik dit eigenlijk heb gefinalized, wat het nu is. Is omdat ik op social media ook heel veel filmpjes zag van de jeugd die gewoon bokwaalde ging. De verkeerde kant op, om het even grof te zeggen. Ja. En ik dacht van oké, ik ben iemand van als ik een issue tegen een probleem probeer ik in de oplossing te denken van een maatschappelijke doeleinden en educatief. Want dat is wel hoe ik ben opgegroeid. En daarin heb ik dus deze tools gecreëerd waarin iedereen als het ware zijn eigen richtlijn erin zou kunnen vinden in hoe ze zichzelf terug kunnen vinden. En kunnen blijven ontwikkelen. Oh, dat is echt heel erg dope. Ja. So het heeft ook nog een sociaal component, inderdaad, echt gewoon van...
Dat is de zuidelijke kant ermee, want verder ben ik echt een... Mijn werk wel moest sociaal. Ja, oké. Nee, duidelijk. Nee, dope. Nice. Echt thanks. Heel erg tof om te zien. En ook gewoon, ja, ik vind het erg mooi. Jij zag het. Ja. Ja, en het kaartspel is een, ben ik nu aan het uitbreiden. En er zitten ook spelregels bij. Je kan met z'n drieën spelen. En met z'n vijven probeer dan voor het je speelt het met z'n vijven. En je probeert als eerste de drie characters compleet bij elkaar te verzamelen met een trading actie. Ja. Vet. Nee, heel erg dope. Ik hou echt heel erg hiervan. Dit is echt heel erg vet. Ja. Het is zo erg een soort van beyond, nou ja, wat je, tenminste wat ik dan normaal versta, ja. Onder een soort van, weet je, oké, mode maken en like, wat kan je ermee? Dus, I like it. It's very much out of the box. Thanks. Ja, het moet informatief zijn, educational zijn, historical zijn, culture zijn en ook fun zijn. Want vaak is educatie, waar ik heel veel mee bezig ben, is boring as fuck. Mm. Heb je, hoe maak je het interessant voor vooral op een laagdrempelige manier voor jonge kids, waarin ze met open eindes kunnen blijven experimenteren, waardoor het playful blijft. En daar maak ik een beetje nieuwsgierigheid op. Ja. Ja. Dus ja, met die insteek ben ik eigenlijk bezig. Ja, nee, heel erg dope. Thanks. Nice. Ja, en Giorgio, ik zou jou ook graag willen vragen om te vertellen over het item wat jij hebt meegenomen. Ik heb geen bovenstuk meegenomen. Sorry mensen. Ik heb een korte broek meegenomen van mijn laatste collectie. Het is een broek die gemaakt is van Italiaans wol. Oh. En die vervolgens met de hand is geborduurd met een traditionele pangiprint uit Suriname. En het mooie aan deze shorts is dat het een infinity print is. Normaal gesproken, wanneer je een pangiprint hebt, is het gespiegeld. Mm-hmm. Maar omdat het natuurlijk een ronde vorm is, dan kan je het eigenlijk niet spiegelen. Dus dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat de print volledig doorloopt. Dus in alle naden, als we kijken naar de naden van de broek en de achterkant, dan zien we dus dat het volledig doorloopt, nice. Ook in de zakken. Oh, wow. Dus het item wat ik heb meegenomen. Was die print op die stof voordat de broek in elkaar werd gezet? Of heb je die print later erop moeten maken? Nee, we hebben dus de print is voor het maken van de broek is erop geboetieerd. Wow. En daarna dus alle panels zitten dus, oh my god. Precisiewerk. Het was een meetwerk, hè? Ja. Toch. Het is ook eigenlijk een soort van een stukje doorberekenen van hoe verloopt een print eigenlijk in zijn geheel. Heel sick. En is er ook een reden waarom je voor Italiaans wol hebt gekozen? Het is, mijn merk Sosa draait altijd om de combinatie van moderniteit en tradities en hoe kan ik dat zeg maar met elkaar mixen. Ja. En ik denk dat dit wel een hele goede combinatie was van eigenlijk een stof te kiezen die normaal gesproken wordt gebruikt voor traditionele maatpakken. Mm-hmm. Van die super fancy maatpakken. En nu is het eigenlijk vertaald naar een soort van casual item met de tradities van Suriname. Ja. Dus dat is de reden. Okay, en volgens mij hou jij, hoe ik jouw merk zie, van mooie stoffen, toch? Van goede kwaliteit. Ik hou van hele mooie stoffen. Want het is altijd zijde. Dat je natuurlijk niet gewoon... Je hebt altijd... Ja, het gevoel dat je altijd luxe stof, mooi fijne luxe stof gebruikt. Ik vind, ook al is het niet, ook al is de stof niet duur, het moet van goede kwaliteit zijn. Dus ik kies mijn stof, voordat wij eigenlijk een collectie opzetten, gaan wij meestal door, ik denk, 300 stofsamples voordat we komen bij de juiste stoffen waarvan wij vinden van, dat vertegenwoordigt één... het thema van de collectie en twee, de kwaliteit van waar wij voor willen staan als merk. Ja. Nee, maar het is een soort van, omdat het gewoon, het is, ik vind het een opvallende keuze voor een short om inderdaad gewoon zo'n luxueus materiaal. En dan denken ze, wacht even. Ja, mensen zijn altijd heel erg versteld van de materiaalkeuzes die we maken, maar... Ja. Maar als ik het zie, zou ik ook niet zeggen wol. Heb ik ook een heel ander idee bij. Ja, wol? Het is 100% virgin op wol. Oh, wow. Nee. Very, very nice. Very impressive. Hij ziet er super, super, super comfy uit. Ik hoop ook dat, dat de drager dat ook vindt. Maar ik denk het wel. Hoe vind jij hem zelf, Patrick? Ik heb hem nooit aangehaald. maar de fit... Er zijn een soort van... key dingen waar Source altijd bekend om staat. Mm-hmm. De kwaliteit van materialen, de fit en de stijl die we eromheen creëren. Mm-hmm.
Dus ik wil bijna zeggen, ik kan hier toch wel even overheen. Zeg maar even. Ja, nee, ik weet niet of de podcast zoveel actie aan kan. Ik wilde toch het internet breken, dus denk ik, ik doe iets. Lekker, dan kunnen we wel viraal gaan. Ja. Ja, nee, ik dacht, ik probeer te helpen, maar het is, Carmen staat erop. Oh, nee, nee. Oké. We're good. Okay. Er kwam niks, dus ik dacht, jammer, I've tried. Okay, then we will not press the matter any further. Nee. Dat was ook niet de goede styling, dus ik snap wel, misschien is het gewoon... Ja, nee. Dan kan je alleen al met gewoon de misfit internet al breken. Ja, maar dat is ook niet goed voor zijn merk. Ja. Nee. Ik heb wel een matching socks aan. Okay. Ik wilde je vragen, heb je deze de hele dag aan of heb je die wel schoon aangedaan? Deze zijn ook gewoon de hele dag aan. Kijk even hoe schoon die heel is. Dat is gewoon... What? De hoe? Oh, je hebt ze ook aan. Kijk, je hebt... Mijn sokken blijven altijd, net zoals de Air Force, blijven altijd. Is gewoon, ik ben gewoon in awe. Wat? Echt? Mevrouw, maar dit. Wacht, hoe lang draag je die sokken al? Gewoon sinds de ochtend. Nee, maar ik heb het over, zeg maar, hoe vaak zijn ze ook al gewassen en zo? Oh, 5-6 keer? Ik heb nu volgens mij ze nu voor de tweede keer aan. Oké. Okay. Nou, Deze worden ook specifiek zoals standaard ontwikkeld. Ja, ik was vooral naar vandaag, dat ik dacht, als je vanochtend aan hebt gedaan, je bent al waarschijnlijk on your two feet. Mm-hmm. Hoe kan je heels gewoon clean? Ja. Geen spetter, dat ik denk. Mijn zus vraagt me altijd dezelfde vraag, maar mijn sokken zijn gewoon altijd wit. Ja, gewoon altijd. Omdat ik gewoon al, ik hou er niet van om op... Loop je heel licht? Nou, je hebt wel eens een platformkrok aan, dus je raakt de grond niet. Ja, maar met de krok ook een beetje zo afgeven of zo op een witte sok? I don't know. Nee, ik heb echt gewoon altijd witte sokken. Ook in een zwarte boot bijvoorbeeld, als je een boot aan hebt. Ook. Ook. En dan zijn ze nog steeds zo wit? Nee, Oké, dit is gewoon een very good so pitch. Ja. Ik heb gewoon nooit gevlekte sokken, ik hou er niet van. Oké. Yeah. Ik ben jaloers. Ja, ik heb nieuwe witte sokken nodig, dus ik moet ze gaan halen. Ook dat. Ja, die van mij die worden altijd binnen 2 keer overgegaan. Waar kan ze halen? Even wat zelf. Ja, online, ja. GhostSosa.com of je kan het via mijn social, Sosa Official, kan je er ook makkelijk komen. Oké. Ik wil ze gewoon testen nu, man. Quality control. Ja, nee, ik ga ze testen, ik ga ze halen. Dan gaan we even kijken van... Blijven ze net zoals wit als wanneer Jordan ze aan. Ja, dan kom ik erachter dat mijn levensstijl gewoon... Dan wordt gewoon zo'n TikTok challenge. White right sock challenge. Go! Ja, precies. Leuk. Nee, oké. Goede tip. Go check that out voor de juiste witte sok. Ja, die is heel belangrijk. We zijn ongeveer aan het einde gekomen van deze podcast. En ik wil graag voor, zeg maar, als laatste vraag ter afronding een vraag stellen. Ik hoorde van een aantal mensen, ja, ik vind het wel echt een heel lastige vraag. Maar ik wil hem toch stellen. Oh ja. Okay. Namelijk, laatste vraag. Als Zuidoost een kledingstuk, accessoire of hairstyle is, wat zou het dan zijn en waarom? Mag ik beginnen? Ja, tuurlijk. voor mij is, als ik soort van Zuidoost zou moeten beschrijven als een kledingstuk, dan is het echt letterlijk een bomber jacket. Omdat één, het is een bepaalde armor, maar het is zacht en het is warm. Yeah. Dus dat is voor mij Zuidoost. Duidelijk. En het is cool. Ja. Yeah. Fuck, je denkt... Sorry. Ik zat een soort van te denken aan een stijl-item dat wat Zuidoost maar heel letterlijk is. Maar jij doet hem heel filosofisch. Oké, nou, ik had bedacht een gouden oorring. Omdat volgens mij in alle culturen en diversiteit aan mensen die hier wonen en bewegen, is een gouden oorring, niet een hele grote hoep, maar een medium-sized oorring, komt die voor in een vorm of een maat. Dus volgens mij is dat zo'n unifying stijl item wat iedereen, mannen, vrouwen, non-binary, wat oud, jong, wat iedereen draagt. Ja. Een echte gouden oorring, niet zo groot. Maar dat is heel letterlijk. Ja. Vind ik heel mooi. Wat jij? Ja, ik zit tussen twee dingen in. Maar het zijn gewoon meer dingen die ik voor mezelf reflecteer daarin. Eén is een bandana.
Ja. Maar dat zie je overal hier letterlijk en figuurlijk. Mm-hmm. En twee, haarprints. Dus ja. Je bedoelt van haarcolor, mm-hmm. of het nou wave is, of het nou kortgeschoren is. Alles heeft wel een attachment erin van wat met fashion te maken heeft, met een bepaalde expressie te maken heeft. Ja. En dat is wat Zuidoost hier is. Ja. Ja. Nee. Scherp, ja. Thanks. Vooral die bandana, ja. Ja. En voor jou? Ja, ik blijf bij mijn hoofddoek. Ik blijf bij mijn hoofddoek. Ja, de prints erop, de gezegdes die erop komen, quotes. Ik vind dat als ik naar Zuidoost kijk, als ik dat tenminste de vraag, ja. Dan zeg ik toch ja, laat bij mijn hoofddoek. Ja, nee, duidelijk. Echt? Ja, ja nee, ja, ja. Basically, ja, als we het voort willen blijven dragen, het is duidelijk, ja man. Marijsa, jij, je moet je vast wel de Helly Hansen rage in de jaren 90 herinneren. Ja, nee, maar weet eens, in die tijd van die Helly Hansen rage, toen was mijn stijl hip-hop punk. Ah. Van, ik liep met een hanekam en met een colbertje met een ster aan de zijkant en dan gewoon met boetsen tot hier, tot mijn knieën. Dus mensen konden mij dat echt van, oké, dude, wat? Je haar is al dat en dan komt je kledingstijl nog. Alles is plus. En voor mij was het van, daar is in de tijd van Bening A bijvoorbeeld, liep ik met die schoenen, maar sokken tot hier, zo. Het was met spikes hier en daar, dus mensen konden het zo moeilijk plaatsen. Mm-hmm. Maar ik was zelf ook nog zoekende. En ik trok gewoon aan wat ik op tv zag. Van als ik een dikke dope missie of mace type of puffy. Mm-hmm. De volgende dag liep ik met een gelakte leren jas buiten en shit. En not giving a fuck. Dus mensen, mijn daily presentation was echt een videoshoot. Ja. Yeah. Yeah. En ja, hier in Amsterdam, Bijlmer, het was gewoon too much. Maar ja, ik ging alleen maar harder. Want ik vond het dope. It's never too much. Alleen dat we need you. We need you. Ja, maar het werd ook geprikkeld dat als ik op de feesten kwam, van partypiece was gewoon mijn halve portfolio, denk ik. elk feest waar ik kwam, was het van als ik bij de ingang kwam en ik kwam geen met een hoodie aan. Kill. Kom op. Ik weet dat je daar shit aan het hebt. Ik zeg, ik heb geen zin. Kom op. Klik, 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 klik. Dus. Ja, het was wel leuk, maar op een gegeven moment wordt het een beetje irritant. Want als je 7 dagen per week op een event bent, of nou als showkapper op een event moet knippen of met artiesten mee in de, om dan bestjes even hun ding op te daten, op een gegeven moment gaat dat je vreten. En op een gegeven moment wordt je consumed. Ja. Dus uiteindelijk moet je dan op een gegeven moment denken: oké, wacht eens even, dit wordt too much. Dus hoe ga je ermee om? Maar je aan de kant jullie ook niet teleurstellen. Ja. Want er wordt wel wat van je verwacht. Dus ik op een feest was met een muts en ik heb mijn haar gewoon nappy as fuck. En mensen van. No man, fuck off. Waar gaat het fout? Ik zeg van, ik heb even gezin. Dus daarin, ja, is het leuk om te variëren. Maar dan ga je er weer met kleding spelen of ga je weer met andere elementen. Maar op een gegeven moment, waar het bij mij eigenlijk begon met heel veel haarstijlen, is ik zag op een gegeven moment op elke foto, op elk feestje dezelfde koep. Ja. Ik dacht, no. Ja. Zo begon ik met om de drie dagen mijn haarkleur en mijn haarstoel gemillimeterd, elke keer een nieuwe frisse koek. Ja. Omdat ik gegeven met internet moest gaan bijhouden. Ja. En dat is echt een dagtaak, man. Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik bedoel, ja. Ik vond het leuk, want ik word alleen maar creatiever en grifte is ook een beetje mijn background. Dus ik begon met allerlei stijlen door elkaar te combineren. En ook door de poort hier zo, want elke donderdag dat ik hier liep in de poort met koopavond toen het nog echt de shit was. Ja. Maar de mensen uit de winkels en bijvoorbeeld Divine zeggen van, hey ja man, lid, dope, ja. dope. Ja, gelijk, even, hey man, fuck, hoe heb je het gedaan? En om dan over je story te vertellen, dat maakt het op een gegeven moment leuker. Ja. Want ik kreeg in een gegeven moment echt oprechte interesse en ook motivatie van, dat was dope. Geven begonnen andere kappers bepaalde dingetjes geïnspireerd op te raken. En op een gegeven moment begin ik echt van, maar je wordt gecopycat of whatever. Maar uiteindelijk denk je van, nee, het is alleen maar motivatie om alleen maar beter te worden. Want nu zie je dat je een bepaalde invloed hebt in je omgeving, waar mensen wat uit kunnen halen. Van ze kennen de jeugd van nu, hoe ze er nu bij lopen, vind ik dood. Want zo liep ik er vroeger bij, alleen vroeger werd het totaal niet geaccepteerd. Nee. Dus daarom zeg ik ook van, dus hoe heb jij met die hoofddingen van je? Het is, er is nu ruimte in. Want ze kennen artiesten zoals bijvoorbeeld de Nick Cannon of naar de A$AP Rocky. Ze dragen dat soort culturele dingetjes nu, omdat ze er nu gaan kijken naar wat hun roots zijn en hoe ze het als het ware fashionable op een ander niveau kunnen neerzetten. Ja. Dus die ruimte is er. Dat is gewoon doen, je met je eigen boekbeeld. Mm-hmm. Ja. Morgen.
Nou. Morgen. Morgen. Ja. Ik heb het idee dat we met z'n vijven hier een heel duidelijk doel hebben besproken. En dat is van in ieder geval de Amsterdamse poortdeur gewoon een rode loper maken zoals die vroeger was. Zeker. Ja, 100%. Dus ik ben heel erg blij met jullie komst. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie energie en jullie input en jullie verhalen. Ik heb echt genoten. En ik wil ook de luisteraars en kijkers heel erg bedanken voor het luisteren en kijken naar de tweede aflevering van Cultuurdragers over identiteit en mode in Zuidoost. Volg Local Wave op je favoriete streamingplatforms, zodat je deze aflevering, de vorige aflevering en de volgende twee afleveringen ook niet gaat missen. En heel graag tot de volgende keer. Thank you. Thanks for having us. Yeah, thanks for having us.